Ik kan ook voor de mannen zeggen: dus een app sturen, ik kom vandaag niet thuis, is geen communicatie. Kan dus omdat je het hebt gezegd, maar is het goed. Maar wat is toch een communicatiemiddel? In Daag. Hey, ik ben een simpele man, hè? Ik zie een vrouw met melanin, een dope zwak en een bepaald soort energie. Ja, dan heb je me al, hè? Maar dan kom ik erachter dat je ook nog om en getalenteerd bent. En dan moet ik me inhouden om geen gekke berichten in je DM te droppen. En volgens mij is dat me prima geluk, want ik heb het gehouden bij. Hé, uh... hey, uh, ik vind je een fly-ass chick. En ik zie je graag in Gilly's Love Line. En je bent er. Mm -hmm. Bill Ramos, welkom in de show. Thank you. <laughs> hey, voordat er geluid uit je mond komt, of iets of een of andere wijsheden. Ik ga vanaf Blanco beginnen. Yes. Dit is wat ik ga doen om kennis met jou te maken. Ja? Ik doe het vaker in de show. En ik ga meteen boom op je gooien. En zoals ik zei, Blanco, daarom wil ik even nog niets horen. We gaan grow on each other, hoop ik dan. Mm -hmm. uh, ik ga een paar zinnen op jou droppen. En het is de bedoeling dat jij ze afmaakt. Beantwoord uh, wat bij je past. Okay. En dat is hoe ik kennis met je wil maken. Okay. Ja? Ja. Oké, okay. en daarna zal ik wel een paar beleefdheden erin gooien. Zo van: hé, hey, welkom, hoe gaat het met je? Doe we straks. Oké, okay, top. Gelijk beginnen, gewoon, ja? Yeah? You ready? Yes. Maak de zin af, ja? Yeah? Ik ben misschien niet de perfecte vrouw, maar als er één ding over mij gezegd mag worden, dan is het. I'm the realist. Oké. Okay. Precies wat je aan me hebt. Oh, I love it. Yes. I love the answer. Eh. <laughs> uh, uh, en, en daar sta je op, dat is gelijk. 100 procent. Is, is, dat, is dat het uh, waardevolste wat jij te bieden hebt qua persoonlijkheid? Ja, ik denk het wel. Ik, of ik weet het eigenlijk. Ik ben wat je ziet, wat je kent. En um, ik ben gewoon real, man. Ik, uh, ik ben gewoon, uh, ja, real. Ik kan er niet anders van maken. Oké. Okay. Dus De... ik, ik ben niet perfect, zeker niet. En uh, ik streef er wel naar natuurlijk, ook al weet ik dat het. Niet Het zou je zijn, maar toch ja. streef ik ernaar. Ja. Maar ik ben wel real, man. Je weet wat je aan me hebt. Hé, hey, voor de mensen die mij kennen en die uh, de show sowieso vaak zien: uh, dat is een eigenschap die ik heel erg kan waarderen. Oké, okay, nice. Uh, het grootste offer dat ik ooit heb gemaakt is. Hmm, het grootste offer Take your time, hoor. Um, mezelf opzij zetten voor de liefde. Oeh. En ja. is, is dat iets waar je achteraf spijt van hebt? 100% zeker. <laughs> maar aan de andere kant is het ook wel weer een les geweest. Want ik denk dat als ik het niet had gedaan, ik niet op dit moment zo uh, in mijn schoenen zou staan. En zo uh, zou manoeuvreren als ik dat ik nu doe. Mm -hmm. Dus uh, ja. Ze zeggen de les is de blessing. Juist. Ja, dus je hebt maar. op zijn minst een les gehad. Juist, 100%. Gehad. Maar doe je nooit meer? Jezelf nee. opzij zetten nee, voor de liefde? Nee, eigenlijk voor niks. Oké okay dan. Ja. Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, ik ben op mij slechts wanneer ik. Slechts wanneer ik goed na. Nou, er zijn meerdere dingen hoor, maar take time, het take er, time. moet er één zijn Want ik wil je leren kennen, juist, Dus het moet belangrijk. echt uh, het antwoord zijn dat bij je past. Ik ben op mijn slechts wanneer het niet goed gaat met mijn kleine. Ja, ja. Het raakt je nu als zie ik ja. een beetje alleen de gedachten. <laughs> ja, 100%. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, en dat kan gewoon voorkomen dat het uh, niet gaat met je kleine zoals jij wenst. Ja. Hoe ga je daarmee om dan? Uh, ik kan het lastig vinden omdat ik het heel vaak kan betrekken tot mezelf. Dus dat ik heel veel, uh, ja, vaak ook wel mezelf de schuld kan geven waarom iets zo gaat. Waarvan ik eigenlijk weet dat ik de schuldige niet ben. Maar mm -hmm. because I'm his mom, uh, ja, ben ik wel verantwoordelijk voor veel dingen, snap je? Eigenlijk voor bijna alles. Dus ik kan het heel erg tot mezelf trekken. En daar kan ik me heel slecht bij voelen. Als hij zich niet goed voelt, dan voel ik dat echt heel heftig. Oké. Okay. Ik ben op mijn best wanneer ik. op het podium sta. Hmm. Ja. Want ik zei het al, uh, die peul. is niet alleen een fly-ass chick. <laughs> je zingt, je danst. Yeah. Uh, total package zou je denken. Uh, ik heb dan geen record label en ben niet op zoek naar muzika uh, muzikanten. maar ik zou je tekenen. Dank je. Dat is een blessing. Ja, man. Mm -hmm. Oké, okay. je bent dus het best als je op het podium bent. Ja, als de camera aangaat of podium. Ja, als ik, als ik mijn show kan geven. Dus of dat mm -hmm. nou is achter de camera... omdat ik een videoclip aan het schieten ben... of op het podium. Oh, dat doe je ook. Je houdt je ook bezig behind the scenes. Ook. Regisseren alles. Ja, ik ben videodirecteur. Je moet direct, ophouden, hè? hè? Ja. Wauw. Nog meer dit. Oké, doop Maar uh, ja, ik ben... Ik, kijk, music was my first love. Mm -hmm. And it will be my last for, for sure. Ik mm -hmm. hou van mijn klein. Ik ben een trotse mama. Mm -hmm. Maar het is wel begonnen bij muziek. Ik denk dat als ik, als ik over liefde mag spreken... Mm -hmm. Aangezien we hier Love Stories aan het bespreken zijn, is liefde voor mij ook. Liefde moet benoemd worden. Ja, het moet zeker benoemd worden. Dus uh, op het moment dat ik met muziek bezig ben, dan voel ik mij echt op mijn best. Weet je, uh, vroeger had ik een hekel aan. als Beyoncé uh, zei: uh, zeg, In het echt ben ik verlegen. Maar op het podium ga ik los. Maar nu begrijp ik het wel ja, een maar beetje. Ik heb dat echt. Je, je wordt een andere persoon. Ja, ja, Sascha Veers ja, uh, heet altijd het. ego van haar. Ja, en die van jou? Nou, ik, heb geen, ik heb geen naam, denk ik. Het is gewoon maar die andere Pearl. Het is gewoon de Pearl Ramos, denk ik. Zo noemen we het maar. Want niemand noemt ja. me Pearl Ramos, zeg maar. Als je, als je me kent, dan ben ik gewoon Pearl. Uh -huh. Ik noem het gewoon Pearl Ramos. Ik heb geen andere Pearl naam Ramos. nodig, juist. Wat gebeurt er dan? Een soort ecstasy uh, feeling? Uh... Ik weet het niet. Het is heel gek. Maar ik kan echt heel uh, bescheiden zijn. Het is niet eens verlegen, denk ik. Maar bescheiden... Uh -huh. Uh, maar zodra de camera aangaat en ik in mijn rol moet, dan is ook, ik kan ik ook gewoon een gesprek met je hebben. En als ze dan ja. zeggen: Oké, okay, in 3, 2, 1, bam, dan ben ik gevallen. Hé, 3, 2, 1, go. <laughs> let's go. <laughs> nou nah, ja, ik heb dat gewoon. Dus. Oké, okay. ja. okay, dope. Op het podium ben je dus op je best. Ja. Oké, okay, good to know. Good to know. Um, let's get to some love. Mm -hmm. Ik zal nooit iemand daten die. Problemen heeft met zwarte mensen. Ah. <laughs> But that's the thing. It is. Omdat er zijn genoeg mensen die mij zien als de good one. Of jij bent anders. Oh, want. Ik krijg alleen dat ja, al. Kriebel, Geef me niet, ik zeg je eerlijk. Ja, maar dat laat dan op. weer heel veel over mij. zien. Het geeft me niet alleen kriebels. Ik word gelijk een o, beetje agressief ja, van binnen. Ja. Kan je dat maar, begrijpen? Ja, geloof me. Ik heb echt. Ik, uh, ik ben me daar gevoelig voor. Hè. Dat ja. is mijn trigger. Ja. Ja, ik weet het. Maar dat is echt een no-go voor mij. Dat ze, dat ze zeg maar mij wel leuk vinden. Maar dat ze denken: van ja, de rest, zeg maar. Ja, ik je heb, je hebt dat mee. toch niet meegemaakt, toch? in ja, de... wel. Heb je dat maar meegemaakt? Niet, maar oh. niet, uh, ik ben niet gaan daten. Maar nee. er kwam iets uit diegene's mond waarvan ik dacht: hoor... Eh. Gelijk klaar. Ja, dat gaan we niet doen, man. Oké. Okay. Ja. Dat is misschien, daar nou, komen we zo meteen op terug. Uh, ja, nee, dat is er niet hè. Dat een no en dat is ook waarom, maar keep it real, dat is ik waarom ik ook mijzelf niet 1, 2, 3 zie gaan met een uh, wit persoon. Het is dat lastiger. betekent niet dat ze allemaal zo zijn, natuurlijk. N natuurlijk niet. Nee, zeker niet. Maar dat is iets wat ik niet voor kan zetten dat dat mij overkomt. Ja, maar je ziet ook blijkt... wel vaak hoor. Ja? Ook andersom van, van witte mensen die dat Of andersom, oh, ja. inderdaad. Uh, ik kan het wel begrijpen, omdat het toch een andere cultuursoort is. En je moet toch harder je best doen om dat te begrijpen. Je hebt andere ma manieren. Je nee, maar anders zijn. Ja, thinking. dat kan. Maar ik denk dat jij het strikt had over. Ja, maar jij bent anders. Ja, ze Normaal zijn het gevoel, jullie. Ja, van. Maar jij bent wel een van de goeie. Heb ja. ik vaker gehad hoor. Een van de liefde. Oh, dat moet je niet maar dat doen, is hè? niet oké. Okay. Nee, dat is okay. echt een no-go voor mij. Nou, maar uh, ik zou je wat zeggen. Met uh, die instellen vind ik jou een van die goeie. Ja, dank Want je Want ik, ik vind het heel <laughs> belangrijk dat een vrouw zo in elkaar zit. Ja man. Dus en ik denk dat er echt voor mij wat echt. Uh, dit is dan wat ik ooit heb meegemaakt, maar wat voor nu voor mij heel erg geldt is dat ik met niemand ga in de liefde echt niemand. Het is echt een no-go. So everybody who listens mm -hmm. right now, als je mijn muziekcarrière niet support of als je mij niet uh, steunt in wat ik doe. En eigenlijk, kijk, ik ben een artiest, hè? Dus soms heb ik mm -hmm. een videoclip, dan moet ik uh, heb ik een model in mijn video, of het nou een vrouw is of een man. En dan ga je acteren omdat het op beeld op een bepaalde manier moet overkomen. Dan wil ik dat mijn partner naar trots zit en mij support in plaats van dat het niet goed gaat. Of als ik naar sessies moet of later thuis bij van een sessie. Like, I'm real. Mm. Ik, ga, ik ga niet zeggen dat ik bij een sessie ben als ik daar niet ben. Echt niet. 100% zeker niet. Dus. Okay, yeah. Laten we het gewoon cool houden. Maar mm. dat is echt een no-go. Dus als die support daar niet is, dan gaat het ook echt niet werken. Dan gaat het hem niet worden? Nee. Ik zal nooit iemand daten die mij droom niet uh, steunt. Ja. ja. Of problemen heeft met mijn hossel. Ja. Of dat ik mijn ambities najaar. Ja, precies dat. Dat toch? Ja. Oké. Okay. Ik moet er wel bij zeggen, ik maakte net de opmerking uh, over. Uh, dat ik mezelf niet snel met de wit persoon zie gaan om bijvoorbeeld dat, uh, die reden. Mm -hmm. uh, en dat is nog steeds het geval. Het enige wat ik wel uh, bij uh, ga zetten, een aanvulling, is dat je ook teleurgesteld kan raken in je eigen soort mensen, ja, die een beetje zeker. twisted zijn. Ja. Uh, en ben, dan raak je eigenlijk, heb ik dat ik dan nog meer teleurgesteld raak. Begrijp je wat ik bedoel? You one of Want, my omdat, own. omdat je ziet van yo, jij bent helemaal mindfuck. Ja, je bent helemaal je bent iemand nou. die, die, die niet, uh, hoe noem je dat? Geen zelfliefde heeft. Uh, voor hoe hij of zij eruit ziet of ja. haar of zijn mensen. Ja. Uh, ik, zomaar neem ik jouw shit over, maar nee. we hebben het erover. Ik wil wel erbij zeggen, uh, ik ben pro-mijn mensen. Ja. Daar komt ja, ja. het op neer. Ik hoor je. Dus het is all about love, ja. geen negativiteit nee, hier. 100%. Oké, okay. hey, is a beautiful thing. Je yeah. moet ophouden hoor. Nee. Oké. Okay. Um, in een relatie ben ik bereid in te leveren. Maar wat ik nooit zal opgeven is. Mijn muziek. Je muziek. En dat is al duidelijk. Hè? Maar ben je bereid in te leveren? Ik ben 100% bereid in te leveren. Ik ben ook een persoon die echt 100% kan gaan. Ik ben ook een persoon dat als jij 20 kan geven, dan geef ik 80. Als jij 60 geeft en ik kan niet meer, dan geef ik 40. Ik vind dat dat ook wel moet, snap je? Mm -hmm. uh, de een, je hebt soms iemand die wilt, die wilt liever de touwtjes in handen hebben in een relatie. Ja. Uh, daar kan je over communiceren. Communicatie is belangrijk. Maar ik vind wel dat je elkaar moet kunnen aanvullen. Dus ik kan zeker inleveren. Ja. Dus eigenlijk hè. Want scenario. Ja. Je ontmoet een partner. Ja. Uh, alles klikt. Jullie viben ons op next level. Uh, goed persoon. Jij ook. Het klopt gewoon allemaal. Alleen. Wat blijkt in praktijk. Is hoe jij zo dingen probeert te reiken. Met je up. Probeer te bereiken met jouw passie. Diegene doet uh, heel iets anders. En dat is niet comparable. Oké, okay, dus het eigenlijk leven langs elkaar. I juist. Dus hij steunt maar, maar alles de alles wel. Hij steunt je Hij steunt zich. Doe je ding. Alleen het werkt gewoon niet. Simpelweg omdat... Hè, uh, uh, deze is gewend. Negen uur weg. Vijf uur thuis. Nine to five. Ja. Dagelijks whatever. Ja. Uh, good living whatever. Maar jij... Dat kan de hele dag duren, dat kan soms een project van vier dagen zijn. Mm. En zo met alle goede bedoelingen, het werkt gewoon niet. Hoe zou jij dat oplossen? Ik, ik persoonlijk denk dat het wel kan werken, maar dat komt gewoon omdat ik heel erg planninggericht ben. Ik hou heel erg van plannen en dat heeft ook te maken met mijn klein. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Ik heb een week om week regeling, dus de ene week heb ik hem, de andere week niet. En de week dat ik hem niet heb, plan ik alles. Okay. Dat zorgt er ook voor dat ik hem wel heb dat ik dus niks plan, bijna niks plan. Als het echt niet anders kan, dan kan hij niet anders. Dus plannen is gewoon belangrijk, maar dan moet het allebei kunnen. Dus als ik soms dingen schrijf om bij jou te kunnen zijn, dan moet jij ook kunnen begrijpen dat het soms gewoon niet gaat. Oké. Okay. En als ik de drang heb omdat jij eenmaal zo leuk bent, Pul, ik wil meer van je, meer tijd. Meer aanraken, ja, ik ken dit. meer zoentjes, oh, meer brasas. O, aanraken hoef je geen uh, zorgen over oh, te maken. Dan, goed. dan weet ik zeker Barry, dat Barry, je dat niet Barry, doet Barry, maar. Ja. heeft een nummer. Die ja. zit sinds ik haar uh, heb ontdekt de hele tijd in mijn hoofd. Toen ik ging <laughs> douchen vanochtend. Nee, nee, oh maar da da daar hoef je nee, geen... Man, uh, nee, ja, man. Dat, dat is een statement. Ja, maar aanraken, dat is honderd procent. Ik hou ook van knuffelen. Okay. Okay. En als ik er ben, ga je ook echt ga je wel merken dat Dat je zegt van, oké, genoeg zo. Ja, man. Dat is gewoon oké. Maar, meer tijd van mij. Ik denk dat, het, dat we wel moeten kunnen compenseren. En, en kijk, je moet mijn lifestyle wel begrijpen. Ik, ik ga gewoon harder moeten werken, soms ook dat ik terugkrijg. Mm -hmm. En om straks gewoon city te zijn, safe mm -hmm. te zijn. Uh, je moet begrijpen dat waar ik aan werk, dat het niet zomaar iets is. En straks kunnen we er allebei gewoon echt van genieten. Dus als je echt vertrouwt en gelooft in mijn droom. Mm -hmm. Dan kunnen we samen bouwen. Kan okay, dat, is mooi, dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Dus eigenlijk, jouw verantwoordelijkheid in dit verhaal dan. is dat je ook kijkt. Want je weet toch, als je verliefd bent onder de indruk. dan lijkt alles mogelijk. Ja, ja, en dan, ja. dan ben je dat een beetje een niet. ben je niet een, even, ben eventjes niet goed bij ja, je hoofd. Ja, ja, ja. Dat is het verhaal. Ja, <laughs> je weet je? Ja. Je kan even niet helder zien. Uh, maar dan aan het begin moeten jullie eigenlijk eerlijk met elkaar zeggen. van... yo, ik Meteen. zie wat met je, maar klopt dat wel? Ja. Uh, want iemand moet inleveren ja. ergens. Want hoe jouw leven eruit ziet, iemand zal moeten inleveren. Ja, maar ik denk dat het ook lastig is met. Um, nu, is, nu en een jaar geleden. Ja. Mijn, ging mijn carrière ook op een hele andere manier. Ik mm -hmm. ben nu ook veel drukker daarin. en veel ja. harder daarmee uh, bezig. Maar ik weet ook veel beter wat ik wil. en mm -hmm. welke doelen ik wil bereiken. Ja. Dus. Uh, ja, als ik, als ik nu met iemand ben, dan, moet, dan wil ik diegene ook gelijk zeggen van... hé, hey, zo en zo zitten. Zit. En eigenlijk doe ik dat altijd wel. Alleen dat kan in die relatie veranderen. Ja. Dus dan moet diegene ook bereid zijn om te zien van... hé, hey, wacht, ze is wel ergens aan het werken. Als jij met mij bent mm -hmm. en je weet dat ik werk aan een muziekcarrière... maar het is nog niet daar waar ik moet zijn. Maar je hebt niet in je hoofd van... hé, hey, straks kan het wel daar zijn. Dan, dan vraag ik me af wat je denkt dat ik aan het doen ben. Ja. Snap je? Neem je mij wel serieus? Of... Mm -hmm. Of denk je dat ik voor niks nacht in de studio zit. Of wanneer ik thuis ben aan het schrijven ben. Of in de auto terwijl je daar zit memos aan het opnemen bent. Omdat ik iets in mijn hoofd... Dat doe ik niet voor, voor de lol. Nee, nee. Snap je? Dus als je gewoon logisch nadenkt en bij mij mee wil bouwen. Dan weet je dat je eerst moet bouwen. En straks staat het huis. Je kan niet gelijk een osse daar neerzetten. Je mm. klinkt ambitieus hoor. Ja. Mm. Like <laughs> yeah. Hey, uh, Redflex die ik meteen herken bij een man of een vrouw. Jokke, man. Jokke. Jokke. Ja. Leugens. Ja, ik kan echt niet mee. Vooral niet als ik je vraag. Je weet dat ik het weet, man. Zeg <laughs> me gewoon. Je bent een vrouw. Als, ja. een vrouw, als je een een vraag, vraag stelt, dan weet ja. ze het antwoord ja, mijn al. Mijn intuïtie is supersterk. Ja, nee. Ik heb een hele, hele sterke intuïtie. Ja, heel vaak mezelf daar ook in de steek gelaten, maar... Nu dat ik het niet meer doe, dan word ik er dat zelf ook... je niet ook... luistert naar je ja, uh, intuïtie. Ja, en dat ik denk, zo je stupid. <laughs> maar nu dat ik wel luister, dan mm -hmm. zie ik echt vaak van... Hé, hey, ja, ik, ik, zit, ik, ik zit echt goed. Ja. En ik vind dat jammer. En het is voor mij, als ik erachter kom, is het ook wel een no-go. Dan is het ook... Ja, toch? Dat ja. is uh, het idee van een red flag. Dat ja. je zegt, oh nee... Dit is vooral liar. de klein, weet je wat? Stomme weet, leugens, ja. zeker. Die niet nodig nee, zijn. Nee, het slaat nergens <laughs> op. Het, het ja. slaat echt, echt dingen waarvan ik denk. Like, ik kan me niet eens voorstellen dat je dit ja. verzint. Voor wie doe je? Je houdt alleen jezelf voor de gek. Ja. Je? Zulke dingen, dat, dat, dat is echt voor mij een wedstrijd. Want ja. over wat ga je dan nog meer jokken, snap je? Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, klinkt mooi. Maar wat is jouw toxic trait, als je eerlijk bent? Hmm. Neem een slokje. zou ik even goed een slok nemen? Ja, zodat je even eerlijk kan nadenken, want je houdt niet van leugens. Um, ik denk dat ik, ik aan me flirt. Oh joh, flirt. Aan me flirt. Maar ik, uh, ik, doe het, ik kan er soms niet tegen. Ik kan er soms niks aan doen, bedoel ik. <laughs> dus ik kan... Uh, ik kan echt leuk met iemand doen omdat ik serieus geïnteresseerd ben in diegene. Maar ik wil niks meer dan dat. En ook niet, dus het heeft niks te maken met aanraking, maar het is gewoon in bepaalde interesse tonen. Omdat ik echt geïnteresseerd ben. Ik, uh, ik meen het. En um, ja, dat kan soms wel eens fout gaan. Oh, wacht even. Dat ja. kan soms fout gaan. En ja. verder dan flirten. Nee, in de zin van dat diegene dan denk ik er meer. Juist. Ja. ja. Oké, okay, we zitten hier met z'n tweeën. maar Ondertussen is de advocaat van de duivel aangeschoven. Okay. Maar dan moet ik denken aan wat je net zei. Dan ben ik dus die man ja. die rekening houdt met. Hé, hey, zij werkt, ze doet de ding. Hé, hey, Er uh, wordt een beetje geacteerd in die clip, komt de keel bij, gaat een beetje met haar friemelen en zo. Maar dan met de kennis dat jij flirtages bent. Nee, maar ik kies, kijk, want dat is wel een ding. Werk is werk voor mij. Ik ga dus niet lopen flirten met. De jongen die in mijn clip speelt, of dat, is, dat is een no-go. Dat is voor mij ook dat niet oké. Okay. Okay. Kijk, ben ik single, dan doe ik de F I want natuurlijk. Yes. Maar um, ben ik met iemand, dan is dat sowieso een no-go. Want okay. ik vind dat het wel te ver gaat. Want dan is het ook niet meer acteren. Want dan ben ik wel echt de interesse aan het tonen. Dat hoeft ook voor mij. Ik hoef ook daarna niet nummers uit te wisselen. Want ik, en dat en, soort dingen. En dit is dan niet advocaat van de duivel, dit ben ik dan. Dit ben jij. Uh, met mijn uh, persoonlijkheid. Uh, er is ook iets dat heet respect. Hè? Ja, en dat is voor mij heel belangrijk. Okay. Daarom, ik, kijk, bij mij is het altijd zo... je hoeft je echt niet zorgen te maken dat... Kijk, ik zeg nooit nooit, hè. Ik kan natuurlijk zeggen, ik ga nooit, ik ga nooit. Maar ik zit niet zo in elkaar. Dus uh, bij mij hoef je je echt niet druk te maken... dat ik bij een sessie ben met uh, weet ik veel wie... en dat je dan moet denken van, wat zijn ze nu aan het doen? Ja. Ik kom echt voor mijn muziek. Ik, ja. ik schrijf daar ook over. Ik heb een tune, Dinero. Daar laat ik letterlijk zien van... Hey, ik kom mijn ding doen, ik mm -hmm. pak mijn guap en ik ga weer weg. Mm -hmm. Ik ben gewoon zo. Okay. They don't like it, but that's the way I am. Okay. <laughs> flirtjes, mm -hmm. Red flag, leugens. Ja. Zie je, ik leer je kennen. Op mm. een leuke manier, toch? Ja, zeker. Ik vind het leuk, anders stop ik ermee. Ik daarmee. En Dan gaan we nog verder. Ga ik nog even verder. Um, laatste dan. Vroeger had ik een bepaald beeld van mijn droomman of droomvrouw. Nu ik ouder ben en meer ervaring in het leven heb... ziet mijn droompartner er als volgt uit. Oh, wauw. Ik had wel een andere, andere kijk op wat het wat was het zijn. eerst? Wat was het eerst? Ik dacht altijd, ja, later, groot huis, uh, kinderen, man, dit en dat. En... en hoe zag die man eruit? Of wat ja, had ik heb, hij? Ik heb... Kijk, voor mij... Uh, ik nu heb klinkt niet per se een, een tip nee, nee maar wat ik wel echt heb is dat ik iemand nodig heb die echt naast me staat ik ben zeg maar een poppetje een klein meisje of ah. als je me ziet zeg maar ja. een kleine vrouw maar ik ben wel feisty dus mm -hmm. ik heb wel iemand nodig die ook wel kan hey weet ja. je wel zo De naast me staan anders gaat het niet goed <laughs> ja dus uh, dat is voor mij echt heel belangrijk ik denk dat dat daar kan ik ook heel erg uh, aangetrokken maar heel erg aangetrokken bij voelen als ja. iemand wel gewoon staat voor wie diegene is. Oké, okay, maar je begon met dus... Vroeger dacht ik huisje, boompje, beestje, beestje mannetje. Man, echt, juist. Zo. Maar nu met ervaring en nu ik wat ouder ben... En weet ik dat het ook een vrouw kan zijn. Dat is later ah, gekomen. Dat is later gekomen. Is later gekomen. Mm -hmm. En weet ik ook dat het niet per se met een partner hoeft te zijn. Ik, 100 zeker, heb ja. echt... Als ik alleen in een dikke mansion, auto, een huis waar mijn zoon alles kan doen... Mm -hmm. I'm happy man, ja? for real, yes. Oh, oké. Okay. Like, like als er iemand is als aanvulling, dan ben ik nog happier en dan kan ik diegenes leven ook fijner maken samen met mijn kleine kazi, special. Zo, mm -hmm. so, um, maar alleen met mijn kleine zijn en goed leven, dat is voor You're mij good. ook. Ja, You're okay, good. Interessant. For real. Interessant. Ah, dus dat is hem. Vroeger dacht je van, hé, hey, dat hoort ja, met het, een partner ja, erbij. Ja, ja. Dat is veranderd in kan ook een vrouw zijn ja. naar Hé, hey, kan ook ik alleen zijn? Ja. I'm yeah. good. Yes, I'm good. Dus uh, uh, zeg ik het goed als je zegt van: uh, Ja, het kan zijn met de partner, maar dan moet wel kloppen. En als dat niet klopt, dan, dan ben ik alleen en I'm good. For real. 100%. En ik herken dat. Yeah. En veel mensen begrijpen dat niet. Nee. Nee, echt niet. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat niet begrijpen. Ze werken begrijp naar een perfect plaatje. En, en ik persoonlijk kan best wel diepe gesprekken daarover hebben. En dan kan ik wel vragen van, maar wat is eigenlijk een perfecte plaats? En waarom is het perfect op die manier? Waarom, mm -hmm. waarom is het niet? Ik zag gisteren een plaatje met een vrouw met met kids en een man. En dan stond er... This is the perfect uh, picture. En dan okay. stond er daarnaast een vrouw... met een billetje en haar boeken. En, en in hetzelfde huis, zeg maar. En dan stond er... This is also the perfect picture. Dus ah. ik vond het wel lauw om te zien. Ja, ja, Want het ja. is ook zo. Wie zegt jou dat je... Nee, happily getrouwd moet het zijn? Het gaat, je gaat snap om jou. Ik, ik heb niets te maken met... hoe nee. mensen denken dat het eruit moet nee. zien. Hoe, hoe denk ik dat het eruit ja, moet zien? Ik ook. En kijk, jij zegt dit nu zo, hè? Dit is het moment... Uh, vaker is dat al gebeurd trouwens, hè, in deze paar minuten dat we praten. Maar dit is het moment dat ik heel erg uh, iets herken in jou, wat je zei. Uh, maar wat je net omschrijft, ja, I'm, I'm good alone. Maar heb je niet soms van die dagen dat je zegt van hé, hey, was wel doop geweest? 100 procent, 100 procent. Huh? Vooral ook met mijn kleine, snap je? Ik bedoel, ja. uh, ik zie toch wel gewoon happy families, snap je? Dus soms zou het voor mij ook makkelijker zijn als mm -hmm. ik dingen gewoon samen kon doen of mij bepaalde dingen zou kunnen delen. Tuurlijk, 100% zeker. Yeah, dat is natuurlijk, als een single mom is dat natuurlijk anders. Mm -hmm. En ook voor die kleine wel, snap je? Yeah. Omdat het gewoon fijn is om ook gewoon... soms op twee mensen te kunnen vallen als kind. Mm -hmm. Weet ik dat dat... dat ja, ja, ja. It must be nice, zeg maar. It <laughs> so, yeah. must be nice. Yeah. <laughs> My mom is the queen, but... Yeah. Uh -huh. hè? Yeah. Het zou fijn zijn geweest als ik uh, toen ook kon zeggen. Dus ik wil dat ook wel bieden voor mijn kleine. Maar wat ik wel vind, is dat het moet wel stabiel zijn. Want ik kan met Jan en alle man gaan. Maar het moet ook kloppen voor mijn kleine, snap je? Mm -hmm. Anders heeft hij nog steeds geen safe environment. Dus dat is heel erg belangrijk. Hey, inmiddels heb ik goed kennis met je kunnen maken, mm -hmm. mooi beeld van je kunnen krijgen. Dus zij hey, aangenaam, leuk. Okay. Gili Ruto Pul Ramos, leuk dat je er bent. Yes, uh, nu kunnen we alle beleefdheden en de hoe gaat het en dat soort dingen uh, tevoorschijn halen. Uh, een van de beleefdheden, of nee, eigenlijk gewoon een feit, want ik vind hem wel een mooie vrouw hoor. Dank je wel. Yeah. Heel erg bedankt. Ja, ja, ja. ja. <laughs> En uh, um, hoe gaat het met je? Want dat is een vraag die ik dan... Ik ben wat niet, alleen jij bent real. Ja, jij bent ook ik real. Ik ben op zijn minst net zo real. Ja. Uh, en hoe gaat het is niet een vraag die ik stel. Je weet toch, beleefdheid, hoe gaat het? Ja, goed. Nou, goed. En verder. That's it. Of nee. diegene zegt slecht en omdat je het toch niet meende, die vraag loop je door. Je loopt door, ja. Maar in deze rare tijd uh, hecht ik meer waarde om aan mensen te vragen... Hoe gaat het met je? Ik zeg eerlijk, jullie, ik ben... I'm good. You're good. Ik voel me heel goed. Ik... Okay. Uh, ja, mijn spirit is good. Ik, ben, mm -hmm. ik, ik uh, zit in een good place. Ik, ben, uh, ik uh, ben heel erg bezig geweest met zelf-love het afgelopen jaar. En ik heb heel goed gezien wat ik niet wil vooral. En ik ben nu wel op het punt dat ik eigenlijk gewoon echt weet wat ik wil mm -hmm. en waarom ik het wil. En wat ik deserve, vooral. Yeah. En ben ik eigenlijk mezelf aan het, uh, hoe moet ik dat zeggen, uh, belonen. Mm -hmm. Voor de afgelopen jaren waar ik doorheen ben gegaan, maar wat ik heb uh, meegenomen als lessen. En het, is niet, het zijn niet altijd de mensen geweest. Hè? Ik, ben, ik heb ook fouten gemaakt waardoor ja, ja. ik weer heb geleerd. Maar ik ben nu wel op een punt gekomen dat ik me, dat ik me echt goed voel. Ik ben happy met hoe ik dingen doe: mm -hmm. hoe ik muziek ga, hoe ik met mijn kleine ga, hoe ik met de mensen om me heen ben. En ja, ik kan eindelijk zeggen dat ik echt happy ben. Ik ben echt happy. Ik voel me echt happy. Oh, mooi en de tijd corona, ja, dat is ik denk dat het iedereen wel gehit heeft. En ja, Toch? Ik, ja, Als het ja, nou mentaal kijk... is of business-wise, ja. letterlijk de virus ziek zijn, ja. whatever het is. Ja, ik, everybody. Heb, ik ben gelukkig nog cool en okay. ik ga het ook niet catchen. Mm -mm. laat me dat uitspreken. Mm -mm. Maar um, ik heb het wel mee gezien hoor. En ik heb ook wat mensen verzorgd, dus dat is dat is ook een dingetje. Dus ik heb het wel gezien, maar het is heel gek. Alleen, uh, ik ben natuurlijk nog in het begin van mijn carrière. Het gaat weliswaar echt goed hoor, daar niet van. Uh, maar bijvoorbeeld minder shows of da mm. dat, dat geldt voor mij gewoon nog niet echt, snap je? Ja. Wat, wel, wat ik wel weet, het afgelopen jaar ben ik zo gegroeid in muziek dat als er geen corona was geweest, was het zeker anders gegaan voor mij. Okay. 100% okay. zeker. Maar alles verschuift. Ja. Dus ik heb daar sowieso faith in. En je, soms moet je dingen gewoon zeggen. Manifesting, dat is heel Top. erg belangrijk. Maar het heeft deze periode, de afgelopen twee jaar, heeft me heel erg dicht bij mezelf gebracht. Vooral. Okay. En ook bij de loved ones, de mensen om je heen. Je gaat toch wel anders denken over bepaalde dingen. Ja. En uh, je hebt gewoon wat meer tijd om tot jezelf te komen. Mm -hmm. Ik heb het ook echt genomen. Ik heb, ik heb het positieve. Het klinkt gek, want corona is niet echt positief. Maar ik denk de lockdown en de minder parties. En toch wel minder mensen zien. En de mensen die er echt toe doen, wel zien. Omdat, ja, dan neem je maar het risico. Omdat, I, I really need to see them. En and alle the andere mensen, ja, I don't care. For, for now, zeg ja. maar, heeft me wel doen inzien van... Hey, ja man, mm -hmm. this is what it is. En dit is wat er toe doet. Oei, dit mm -hmm. is wat er toe doet. En ja, dus het heeft me wel dichter bij mezelf gebracht. En ja, ik heb er veel over kunnen nadenken. En jij zegt dan uh, de afgelopen drie jaar, of het laatste jaar, ben je mee gaan werken aan jezelf, naar jezelf gaan kijken. Dat ja. betekent, je hebt een paar dingen meegemaakt. Maar het belangrijkste wat ik uh, hoorde, is dat je zei. Maar ik heb zelf ook mijn aandeel. Dus je ja. hebt jezelf ook lopen saboteren. Ja, ik, uh, ja, ik, heb, ik heb wel. Soms kijk. Dan loopt iets stuk, dan gaat iets niet goed. Mm -hmm. en dan... Is dat relatiebeest? Ja, waar je het over relaties, maar friendships. Friendships Denk, ook. Verschillende in het soorten relaties. Ja, ja. Uh, en dan kan je natuurlijk aan het einde denken: ja, maar jij, ja, maar jij, maar jij, maar jij. Dat werkt niet natuurlijk. Ja. Dus uh, er zijn altijd twee kanten van, uh, van het verhaal. Mm -hmm. En mijn perspectief is anders als die van de andere persoon. Maar wat ik wel heel erg belangrijk vind, dat als iets niet goed gaat, dat ja. het ook belangrijk is dat ik de in de spiegel kan kijken. Anders kan yes. ik niet verder voor mezelf. Ja. Dat is hoe ik het zie. Wat diegene doet, their problem. Ja. Echt, dat heb ik echt. Mm. Maar ik moet het kunnen loslaten en ik moet kunnen reflecteren om verder te gaan. Want anders gaat er weer iets gebeuren op dezelfde manier. Ja. Dus ik wil ook heel graag altijd weten wat ik zelf fout heb gedaan. En dat mm. kan eigenlijk alleen door zelfreflectie. Dus ik zie gewoon heel vaak ook van hé, hey, maar Pearl. Jij hebt jezelf in zo'n situatie gezet. Jij bleef zelf. En jij deed mm -hmm. zelf. Je hebt zoveel gegeven van jezelf. Dat diegene in plaats van je vinger je hele hand nam. Want mm -hmm. ja, you did that yourself. Mm -hmm. En jij hebt jezelf naar achter geschoven, Niet diegene. Diegene nam het ervan. Waardoor jij steeds meer erin ging. Maar je hebt het zelf gedaan. Mm -hmm. ja, zodoende, dat heb ik wel echt uh, gemerkt. Dus ik, ik, ik heb ook zeker een aandeel. Hé, hey, dus ik ontmoet jou eigenlijk in, uh, in een. Ik had je ook drie jaar uh, geleden uh, met je kunnen babbelen. En heel dan was anders, het een ander soort gesprek. Een ander soort pearl. Ja. En een ander soort uh, vibe had ja. ik dan gekregen. Ja, okay, zeker. Oké, okay. okay, nee, leuk. De, uh, leuk om te horen dat je in een good space. En jij? Gaat het ook goed met jou? Oh, oh wat een aardige vraag. Ja. Gaat ja, prima. I'm a ja? grateful person, dus uh, dat helpt me altijd om het antwoord te geven. Goed. Ja. Goed. Uh, ja. Oké, okay, ik snap ja. ja. Nee, gaat goed. Uh, uh, en uh, als we het hebben over de situatie waarin we allemaal zijn, dat heeft ook deze show in het leven geroepen. Uh, om Mooi. uit negativiteit te stappen. Denk ik, fuck it, we gaan talk about love. Yeah. Uh, en als je wil horen over uh, virus, dit, virus, dat, dan doe het nieuws aan. Ja, uh, maar hier niet gaan hier. we over. Uh, het kan ook, maar hier, we doen het nu. Yeah. Maar uh, de focus ligt hier op liefde. Ja. Yeah en daar komen vanzelf blijkt dus ook bij corona, maar ja, hoe we daar onmental om daarmee omgaan. En uh, uh, jij bent jezelf tegengekomen, je ben kritisch tegen jezelf geweest. En nu je in een good place, yes. good to hear. Ik vind het allemaal inspirerend, want ik laat me graag inspireren. En uh, tot nu toe uh, gaat dat lekker. Uh, wat heel duidelijk is, is dat jij noemt twee dingen: muziek. Zoontje, Muziek, maar zo ja, niet. <laughs> dat is bovenaan, dat is ja, duidelijk. kan je niet verbergen. Ja. Uh, en je zoontje, hoe oud is die? Hij is 7. Wat yeah. uh, is zijn naam? Kiano. Kiano, mooie naam. Kiano is bijzonder. Ja. ja, toch? Hij ze heeft spectrumautisme. spectrum autisme. Wat is dat? Ik weet dat autisme is, maar wat is spectrum autism ja, autisme? Nee, is? Ja, nou ja, hij heeft een, een, een soort autisme, zo moet je het zien. Okay, okay. Hij heeft het spectrum autisme. Uh, hij is niet getest bij het, bij het Centrum Autisme. Mm -hmm. Dat is voor mij ook niet belangrijk. Yeah. Uh, ik ben wel uh, met hem bij de GGD geweest, mm -hmm. heb wat testjes gedaan. Om gewoon te checken: van, hé, hey, hoe moet ik daar vooral mee omgaan als moeder? Ach ja, zei je? Hij is zeven. hij wordt 8 hij is 7. in februari. Hoe lang weet jij al dat hij uh, autisme heeft? Uh, vanaf twee jaar zijn we er ah, mee bezig. Oké, okay. vind ik altijd interessant om te horen. Want uh, dat moet je doorhebben, hè? Ja. Op een gegeven moment van: hé, hey, ja, er is... is iets anders hier. Ja, is, dat ja. is uh, zeker zo. We, we merkten het vroeger. En vooral oma, die zei het vaker. Maar je, je hebt, dat is nou niet het eerste nee, waar nee, je waar nee, op precies. afgaat, zeg maar. Maar toen het voor mij wel duidelijk is, heb ik wel gelijk. Mm -hmm. Beide handen ge, uh, ja. Met beide handen heb ik het beet gepakt. En uh, ja. dat zorgt er ook voor dat hij ontwikkelt. Hij, hij gaat alleen maar meer naar stijgende lijn eigenlijk. <laughs> ja. En uh, ja, ik hoop gewoon straks, of ik weet eigenlijk straks, dat hij, uh, ja, dat hij gewoon nog meer dingen kan bereiken. Hij weet dat niks on onbereikbaar is. Hij weet dat hij alles kan. Mm -hmm. En ik stimuleer hem daar gewoon heel erg in. Hey, ik vind het doop in de zin van, dat betekent dus. Dat Met al jouw ambities yeah. en hoe je zo aan het rennen bent hier en daar, heb je dus ook een, uh, ja, een mooie en bijzondere taak daar. Yeah. Uh, uh, een zoon die, extra, die jij extra aandacht geeft. Yeah. En dat lukt je gewoon allemaal, yeah. dat vind ik altijd bijzonder. Mm -hmm. Aan single moms sowieso. Yeah. Dus als je aan mij vraagt hoe gaat het, yeah. uh, en het gaat om werk en ik heb het druk en zo. Ik durf dat niet eens te zeggen als ik naar <laughs> dat soort voorbeelden kijk. Ja, daarnaast snap. doe je dus ook wat jij wil doen. Ja. En dat is muziek. Ja, 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 ja. ja voor mij is het, is het heel erg belangrijk dat op het moment dat ik mij, dus dat heb aangepakt... met beide handen voor mijn zoontje, mm -hmm. heb ik ook... Uh, want ik ben ook door een fase gegaan met dat natuurlijk. Dat ik yeah. in het begin dacht dat ik de schuldige was. Dat het iets fout is gaan in een zwangerschap. Ah. Snap je? Dat zijn wel, je gaat wel door een bepaalde fases. In het begin dacht ik, nee, mij zo niet. En toen mm -hmm. was het, oh wacht even... Het komt door mij Ligt misschien. Het mij, of... Is helemaal niet waar. Nee, nee, natuurlijk. Nee. Maar daar maar, ben je wel doorheen gegaan. Ja, gaan. dus. Uh, en op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik dacht: oké, okay, ga, we gaan dit doen. En mm -hmm. we gaan gewoon voor zijn ontwikkeling. Maar ik moet niet vergeten dat ik naast mama ook gewoon vrouw ben. Dus ik heb, moet daar ook nog gewoon met dingen in kunnen doen. Ik kan niet alles. Je bent niet. Je wordt niet geboren als moeder. Maar ik vind het dope. Was je heel snel daar, of heb je zelf moeten overtuigen van hé, hey, maar jij bent ook. Nou, ik vond zeg maar, in, in, uh, in de dagen dat ik dus. Nou ja, het is best zwaar. Een, een kind mm -hmm. met autisme is gewoon zwaar. Ik kan ja. alles ervan maken. En dan ligt het er ook aan wat voor vorm. Maar het is gewoon zwaar. Ja. En mensen onderschatten dat echt heel erg. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik kan wel zeggen, I've mastered it. Ik ben, ik ben, echt, ik ben echt geïnteresseerd naar mijn zoon. En ik ben heel erg geïnteresseerd in wat hij vooral heel erg leuk vindt. Omdat ik yeah. het heel erg belangrijk vind dat, herinneringen, dat hij herinneringen maakt. Mm -hmm. In plaats van dat ik hem van alles voor hem koop. Hij, ik wil dat hij, als hij bij mij is geweest en dan naar zijn papa gaat, yeah. dat hij zich goed heeft gevoeld bij mij. En dat hij niet weggaat met zo. Ja, weet je. het ja, ja, ja. zie je wel over een maand. Maar dat hij het liefst ook gewoon weer terug wil. Omdat het gewoon leuk is bij mama. Ja. Dat is voor mij heel belangrijk. Mm. En dat heeft gewoon meer te maken met mijn jeugd. Omdat ik gewoon weet hoe het bij mijn mama was. Ja. Gewoon heel fijn, snap je? Dat je mm. gewoon herinneringen hebt als kind. Als je ouder wordt. Dat, ja. je gewoon... dat is voor mij belangrijk. En ik heb gemerkt dat op het moment dat ik erachter kwam... Uh, wat er was. Dus met hem. Dat ik gewoon soms heel erg verdrietig kon zijn. Omdat ik gewoon echt met mijn handen in mijn haar zat. Dat ik gewoon niet meer wist. En je was dan in je beginjaren 20? Ja. Nee, uh, ja, 24 20, was 24. Ik toen ik hem kreeg. Want ik ben natuurlijk 31 nu. Oké. Okay. Ja. Uh, 24 was ik toen, toen ik hem kreeg. Maar hij was, is nog steeds ook wel. Ja, nee, is jong, jong om dan geconfronteerd ja, te worden met zoiets. Ja, dat maakte het wel extra zwaar. Um, ik heb gewoon altijd in mijn. In mijn emoties mm -hmm. is muziek is, is, is mijn remedy. Dus yeah. uh, of het dansen is, of dat het muziek schrijven is, of zingen. Het is altijd muziek geweest. En ik denk dat ik daar misschien het eerste jaar heel erg lekkig in was. Dus dat ik het alleen gebruikte als uitlaatklep. Mm -hmm. En dat ik daarna wel heb gezien van, hé, maar wacht even. Als dit mij happy maakt, dan, dan kan ik het compenseren. Het is zwaar, mijn zoon. Maar als dit mijn lifestyle is, dan groeit hij ook hiermee op. Weet je, en dan nu kan ik doen wat ik wil. Terwijl ik, dat is mijn passie. Terwijl ik ook een echte mama ben voor mijn zoon. Hij is hartstikke muzikaal. Hij houdt heel erg van muziek. Dus ja. dat maakt het voor mij alleen maar mooier. Hij heeft ook niet anders gezien. Ah, uh, oké. Okay. Maar ik denk dat als ik dat niet had gedaan, dat het niet op. Op zo'n manier zou zijn, zijn vader zit ook in de muziek hoor. Oké, okay, oké. Okay. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik beide ook echt kan doen. Hij zingt mijn liedjes. Dat is. Buddy is ook een van zijn VEVO. <laughs> dus... Oh, ik ben niet alleen. Nee, dus. je bent zeker niet de enige. <laughs> dus uh, ja. ja. Hey, leuk man. Uh, muziek. Je zoontje die je opvoedt. Single mom. Uh, maar hij gaat ook naar zijn vader. Ja. Uh, maar toch, een, een single mom. Ja, nu begrijp ik waarom jij ergens een beeld hebt gecreëerd van. Ik zie mezelf ook alleen doen. Ja. Nu begrijp ik hem. Ja. Nu begrijp het, het ik hem. Het is ook niet zo Dus Zeker je bent gewoon realistisch. Ja. Je bent gewoon realistisch. Gewoon realistisch gezien. Ik gezien, zie mezelf he? gewoon alleen doen. Ja. Want een partner die in jouw leven komt, en dan uh, daar heb ik het echt over de uh, real deal. Er zit mm -hmm. van, dat je potentie ziet van, ik wil deze persoon eigenlijk in mijn leven ja. hebben. Uh, tenminste, als je dat gevoel bij jezelf toelaat. Ja. Uh, ik wil deze persoon eigenlijk in mijn leven hebben. Nou, dat is een gesprek, hè? Ja. Yeah. In de zin van, hey, I'm a single mom, oké. Okay. En mijn zoon is een bijzondere jongen, hè? Kan je een bijzondere jongen handelen? Ja. Yeah. Uh... Dus echt dus heel belangrijk voor mij. Ja, kan ik me voorstellen. Heb je wel eens zo'n zo uh, gesprek gehad moeten? Hè? Of is dat nog niet uh, voorgekomen? Niet op zo'n manier. Voordat ze überhaupt uh, mijn kleine hebben ontmoet, heb ik wel al uitgelegd hoe of wat. Want als ik merk dat daar iets niet goed zit, dan is dat ook voor mij een no-go nee, natuurlijk. Zie, dat is de hoofdprijs ja, Ik zeg dat altijd: is, dat, dat, is dat is de hoofdprijs. Jouw ja. kind ontmoeten ja. is de hoofdprijs. Ik zeg ook altijd: ik kom, met, ik kom als een package. Dus ik ja. ben, ik, mijn zoon en ik zitten aan elkaar vast. Dus het is niet: you love me. En mijn zoon niet, dat werkt niet. Nee, nee, dat, dat gaat is niet gewoon werken. een no-go, snap je? Uh, je kan mij ook niet winnen door leuk te doen met mijn zoon om uiteindelijk bij mij te komen. Ik zie ja, dat. Ja, dus ja, that, dat. gaat niet werken. Yeah, juist. Yeah. Dus ik moet het echt voelen en vooral hij moet het voelen. Dus je wat zoontje, wel hè? heel erg belangrijk voor mij is, is dat uh, ik licht mensen natuurlijk van tevoren in. Mocht het zo ver komen dat ik echt ga daten en het is voor mij ook belangrijk om ze samen te zien. Om te kijken hoe hij het voelt. Mijn zoon, zijn gevoel is heel sterk. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat, uh, ja, hij zegt ook gewoon wel dingen dus hoor. Oh, straight up, hij uh, is, ja, is hij ook, kan het ook gewoon. <laughs> ja, 100% ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En um, la, laat jij. Vind jij dat je uh, personen snel hebt toegelaten om kennis te maken met je zoon? Uh, um, ja, ik denk dat ik. Of is dat achteraf praten, omdat ja, het niet is geloven, zoals je niet Ja, achteraf dat... praten wel. Kijk, ik probeer er altijd heel voorzichtig in te zijn. Dus mm -hmm. ik denk niet dat ik ze te snel kennis heb laten maken. Maar wat is te snel? Snap je? Dus um, qua tijd. niet. qua gevoel. maar qua gevoel wel. Dat is wat ik bedoel. Ja. qua gevoel. Ja. Ja. Want ik heb ook meegemaakt wel eens, en ik probeer dat. Ik heb soms zelf geweigerd, hè? Ja. En uh, oh, oh, waarom niet? Ik ben niet hier een good guy of zo, maar ik weet gewoon hoe gevoelig uh, dat is. Ja. Heb je kids? Want ik zeg, ik heb geen kids okay. zelf. Maar bij iemand anders. Bij zeg maar, iemand anders. Je, je, bij je iemand anders had. dat ze dan, uh, uh, dat zeg ik nee, want ik, is je toch? Ik wil dat niet. Mm. Uh, stel je voor dat er een band ontstaat of een klik of iets, en dan stoppen wij, en vind de ik, de weer. En kleine die. ja, ik 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 weet weet het. Het. Maar ik zeg één ding. Laat me geen kennis maken met je kind. Als ik kennis maak met je kind. dan ben je ja, lullig, ga ja. ik niet meer weg. Ga je niet weg. Ga je niet weg. Dan ga ik blijven. Ja, ik hoor je. Dus doe het, doe, het, doe het niet of doe het wel. Ja. Maar als je het wel doet, dan is het. Zo. Ja, is dat, echt zo. Dan moet het ook gewoon goed zitten. Weet je? En ik denk dus qua gevoel dat ik daar wel eens lekking in ben geweest. En um, meer in de zin van. Um, ik had het misschien al aanzien komen. Maar wat ik wel heb gedaan, is op het moment dat ik merkte van hé, hey, het zit eigenlijk niet goed daar, ja. dan is het ook klaar. Oké okay, ja. Praat ik, dan ja, is er ook geen discussie mogelijk. Maar dat is, we zijn allemaal mensen. Je bent verliefd, of je bent iets, mm, of je tuurlijk. hoopt iets. Of je hoopt dat het iets is. Ja. Dus dat kan gebeuren, inderdaad. Ja, voorheen heb ik ook heel lang gedacht dat je dan toch blijft. Omdat je denkt, het is toch, het is toch een wenning. Je zit ja. toch goed. En, dat moet niet. Eigenlijk als je gewoon voelt dat het niet goed, kan je beter eerlijk zijn. Ik gaf, toch, ik gaf toch, ik gaf het voorbeeld toch? Als ik uh, kennis uh, maak uh, met een dame die ik dan leuk vind. En zij heeft kinderen, probeer ik dat weg te houden. En ik probeer het niet eens uit te spreken. Nee. Ik zorg gewoon dat het niet gebeurt omdat ik zo'n chick niet wil beledigen. Ja, ik snap begrijp wat je bedoelt. Het dus kan heel ik gevoelig zo... liggen. Ja, het kan heel gevoelig liggen en zij kan mij niet begrijpen ja. waarschijnlijk. En het klinkt ook stom om te zeggen wat ik net heb uitgesproken. Nee, dadelijk moet je het eens over hebben. Nee. Laat maar gewoon. Ja. Uh, omdat het zo gevoelig liggen, begrijp je? Uh, misschien denken ze van wat denk je wel niet. Vind je, is mijn kind niet goed genoeg? Ik, pff, ik voorkom heel die situatie. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik probeer daar iets te creëren wat misschien niet realistisch is, is zorgen van dat het hier goed zit. Ja. Ja, jij jij komt samen met je zoon. Ja. Ja, klopt. Maar tegelijkertijd heb jij ook tegen jezelf gezegd: "Hey, maar ik ben ook peul hè." Ja. En ik wil in dit geval peul en Gilly, laten we even checken wat up met dat. Ja, yeah, I know, dat is ook onderdeel van jou. I know. Ja, maar dat maar komt wel, hè? Ja, kom. eerst ja. dit stevig. Ja, dat komt. Eerst dit stevig. Want misschien ga ik fok op aan jou ontdekken... en dan hoeven we dat eens te doen of jij aan mij. Ja. Dat je zegt, oh, hier... En aan boop, eindstand uh, boop, heb boop, je al je dat, dat jij tegen mij zegt... Hé Gilly, ik ga je eerlijk zeggen. Ja. Ik heb altijd... Uh, ...eigenlijk een uh, Zweedse vrouw willen zijn. Weet je dat? Ik ben helemaal niet trots op wie ik ben. Nee, dat is red flag. Ja. Is oh, gelukkig hebben we dat nog niet gedaan, ja. want je bent een heel leuk mens... ...maar dat ga je niet, niet trekken. Doen, nee. Normaal, je moet trots zijn. Zoals ja. ik zei, ik ben pro-ons. Ja, zeker. Mm, dus op dat, op dat vlak. Dus eerst checken of het hier klopt. Ja, dat is belangrijk. En dan heb ik recht tot een van die hoofdprijzen... Ja. Je maar kind. zo moet je het ook zien. Ik denk dat dat ook de juiste insteek is. En ik praat zo nu met jou, maar zo'n gesprek zal ik nooit met een vrouw hebben met de kind, omdat dan is het gewoon weird. Ja, ik maar ik, hoe ik, ik, denk. Ik, ik, ik snap je wel. Maar ik denk dat het wel kan. Ik denk dat het ook een stukje. is. Angst van hier de persoonlijkheid ja, af. Hè? Want ik, hoe jij dat uitlegt, dat, ja. dat is heel belangrijk. Ja. Ik vind het juist heel goed klinken, mm -hmm. omdat. Um, daarom zei ik net ook dat mensen niet moeten denken dat ze door mijn kleine bij mij kunnen komen. Ja. Dus om een band te scheppen met mijn kleine, soort van. Ja. Bij mij te komen en uiteindelijk te laten zien van ja, daar is eigenlijk niks. Want nee. dat werkt niet. Mm -hmm. Dus het is heel erg belangrijk dat, je, dat dit goed zit. En als je weet dat dat goed zit, dan komt dat ook eigenlijk van vanzelf. Mijn zoon en ik, ja, ik eis er nu niet. Maar mm -hmm. ik denk dat als je ons samen zou zien, dat je echt zou denken... Het is, is beter dat hij hier niet is, want anders was je... Ik heb het al net gezegd, ik hè? Ik zou dat... je niet meer van nee. me afkomen. Ja. <laughs> ja. Nee, we zijn gewoon echt één. Mm. We, we, ja, ja, ja. We, dat is echt, dat, dat is wel echt een mm -hmm. ding waar, wat ik echt kan zeggen... waar ik ook heel trots op ben. Mooi. We, we zijn echt zo. Ah, ja. En... Um, dus het is echt belangrijk dat als dit goed zit met, mm. met mij, ja. dan gaat het ook gewoon echt goed zitten. Dan floot het ook. Ik zou ook nooit mijn kleine forceren bij iemand. Maar wat ik wel heb gemerkt in, is in mijn, in mijn vorige relaties, dat vaak mensen graag bij mij komen. In mijn, in mijn oude in mijn space. Ja, en daar zit ook mijn kleine bij. Juist, juist, juist. Dus uh, ik kan heel lang zo doen, maar mm -hmm. op een gegeven moment gaat dat ook niet meer. Mm -hmm. En dan worden gewoon wel dingen duidelijk. Juist. Ja. Ja, moeilijk, hè? Ja, Real is life is, is moeilijk, hè? Dat is lastig. lastig. Je ja. kan de beste bedoelingen hebben. Ja. Maar net hoe jij zo zegt van... hé, hey, muziek en mijn zoontje... kan een ander hebben... hé, hey, mijn doelen ja. en, mijn, en ding. mijn dingen. En ja. dan ja. moet het maar samen ja. kunnen gaan. Niet alles gaat ook samen. Gaat, Ik denk ook alles. dat je soms niet zou... soms hoeft het ook niet. Soms is het ook right person... Wrong, wrong time, timing. Yeah. Of do it with the right intentions, but the wrong dude. Juist. Of omgekeerd. Zo. Of ja, uh, maybe life, niet a, hm? uh, liefde, maar friendship. Ja, jij hebt, ja. hebt soms wel. Ik, het is lastig. Zal ik mijn toxic trait delen? Ja, als ik, ik graag. Als worden. ik romantisch uh, interesse in jou heb en je komt met mij in die vriendschap bullshit. Ja, dan. Nee, maar cut that shit off. Dan voel ik mezelf beledigd. Ja. Ik spreek er niet uit, natuurlijk. Ik, dit is echt, ik, ik deel openlijk hoor. Ja, 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 ik hoor je. Ik hoor je ik ben dan beledigd nou fuck that shit want die vriend, vrienden wegen ook zwaar voor mij hè nee honderd procent honderd procent volgens mij uh, ik ben al moeilijk in een relatie maar volgens mij als uh, uh, vind je Kom. me nog eerder als man dan als vriend ja bij mij ook weet je hoeveel je moet bewijzen ja. voordat ik je een vriend bij noem bij mij echt en met niet bewijzen weet je hoeveel we moeten meemaken ja. voordat ik jou een vriend omdat we het gezellig hebben ben jij nu mijn vriend nee hoor ik heb precies omdat we hetzelfde. dezelfde interesses hebben ben jij nu mijn vriend nee Normaal? ik nee. moet je zien hoe je handelt ja. wanneer Wanneer er wordt geschoten mm -hmm. of wanneer. Er, nee, sorry. Dat was op street shit. <laughs> sorry, sorry. Ik ga het even toegankelijker maken. Wanneer we. Uh, ik moet uh, meemaken mee, mee hoe, hoe jij bent uh, in financiële situaties. In, uh, wanneer het dood betreft. En in gewoon, weet je, ja, wie, wie gewoon, ben je echt? Je ja, gaat wie ook ben voor relaties bij Ja, maar way. ik denk echt zoals je het zegt. Ik denk dat ik dat ik als vriendin. Dat het inderdaad moeilijker is. Echt waar. Ik heb ook echt niet zomaar vrienden. En once you fuck me over one time, I can take it. Maar het gaat nooit hetzelfde worden. Echt niet. Ik wil me bijna als een vrouw gedragen en aan jou vragen: was je sterrenbeeld? Ik, ja, je mag het, Ik ben boogschutter. Boogschutter? Oké, okay. ik heb geen idee wat, betekent, uh, wat dat betekent. Maar ik ga gaat wel meteen googlen. Ja. Ik vind ik, je potje ja. interessant? Nee. <laughs> ik denk X dat je heel X veel te weten. Ik ben boogschutter in de zon en mijn zijn is leeuw. Nou, ga, check maar. Mijn moeder is boos, schutter. Je dus moet... sowieso je goed. Ja. ja, je bent jarig geweest. Ja. Hè? Gefeliciteerd. Nou, ik, ja, ja, dank ja, je. True that. Uh, ga je me erop afrekenen? Als ik nee, zeg... zeg maar gewoon wat je bent. Oh, Want dan ben ik een ram, namelijk. Dan ben je een ram. Ja. Zie je, je oog gaat er gelijk oh, vreemd. Nee, grapje. Nee, er is niks mis mee. <laughs> nee, oké. Okay, ik nee. weet het niet. Ik nee. ga nog sowieso in nee, die shit. Dus okay. Zeker niet. Zeker <laughs> niet. Nee, oké. Okay. Maar dat, 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 dat doen vrouwen altijd, toch? wanneer? En daar wacht ik op. En wanneer ze... Lichtelijk interesse hebben. Was je sterrenbeeld? Oh, ja, ken dan dat. zeg ik. Oh, jee, ik doe, ik hou, ik hou er ik wel zijn? van, hoor. <laughs> ja? Maar dat heeft gewoon meer te maken met dingen die bij elkaar komen. Maar mm -hmm. het, ik ben niet gefocust op dat. Oké, okay. oké. Okay. Zeker. Niet. <laughs> nee, I love it. It's a beautiful thing. We gaan pauze nemen. Oké. Okay. Ja. Wat vind je van mijn kleine ding? Ik vind het ik helemaal heb... geweldig. Ja? Ja. Ja. Maar, moet... maar het, het voelt ook heel fijn. Op beeld. Je gaat op beeld zien wat er Dat rooien, dat zag ik al. Ik ja. heb natuurlijk gekeken. Ja, ja, ja. Ik kijk okay, altijd. Dope. Ja, ik vind, ik vind het ja, echt top? heel nice. Nou, het klopt. Het dankjewel. klopt. Dankjewel. Hey, Gilly's Love Line, waarbij ik misbruik maak van het platform en dan zo'n leuke dame tevoorschijn toveren. Dat kan <laughs> gewoon, is mijn geluk. Nee, uh, Ramos, je bent leuk. Dank je. En uh, ik vind het leuk om je te leren kennen, want dat idee heb ik wel met alles wat je tot nu toe hebt gedeeld. En ik heb het idee dat je real bent ja, en ben dat je en. niet liegt, nee. waar je zo'n hekel aan zo. hebt. Want ook, oh, ik heb een scheid, hekel aan leugens, omdat mm. het niet hoeft. Nee. Laat zien wie je bent, zodat diegene kan bepalen van ja, voor mij of nee, niet ja, voor mij. Juist, zodat heel je het bij stempel. diegene gewoon zelf neerlegt. Mm. Je geeft me geen chance als je al dingen aan het verzinnen hebben. Weet bent. je hoeveel chickies mij uh, niet voor mij vibes hebben gegeven? En dan denk ik bij mezelf, thank you. Ja. Yeah. Thank you, zo so goed, duidelijk Want toch? dat betekent gewoon en dat verder. ik... Yeah. Zo so, so, uh, maak je de kans groter dat je eindigt met iets dat klopt. Ja, inderdaad. Of niet. Of niet. Omdat je zegt van, oh, misschien hoorde ik gewoon to roll by myself. Af en toe doe ik een dingetje hier, dingetje daar. Maar om mijn energie te steken in een hele relatie. Want is dat jouw vibe? Af en toe een dingetje hier, dingetje daar? Ben nee. Je... nee. Het is echt. Want je bent so, ben flirtatious. I wish. Oké, okay, dat ben jij niet. Soms denk ik... I wish I was a... Oh ho, 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 ho. Oh, we zijn de Christmas spirit. Ja, spirits. Christmas spirit. <laughs> je, wou dat je, je wou dat je zo in elkaar zat. Ja, je gewoon... dat ik gewoon lekker mijn ding kon doen op die manier en dan daar en dan daar en dan gewoon. Mm -hmm. But, ja, het ja. Is, maar je het is niet, niet voor zijn, mij. Want het zou er ook voor zorgen dat een mm, bepaalde doelgroep dan geen interesse in dat jou zou hebben. Dat is ook weer waar. Dat en, is weer en dat waar. is prima hoor, want misschien moesten ze dan geen interesse in je hebben, maar misschien juist omdat je niet zo bent. Ja. Ja, maar, maar mensen weten dat het het mij. Ja. En er is niets mis mee hoor. Want, uh, nee, zeker niet. Uh, uh, Daarom zeg ik ook, I wish I yeah. was. Sometimes denk ik wel van. Ja, maar be nice. Als ik dan thuis alleen zit met mijn kaars. Want ik ben echt een, 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 een kou van sfeer. Dus bij mij. Ik ga ik niet ben zeggen hoor, want het is vervelend <laughs> om te zeggen. Nee, maar het zal vaak voorkomen dat iemand praat. en dat jezelf de eer uh, in, in herkent. Kent. Weet je wie ik ben? Ik ben een kaartjesman, want ik ben een man. Je denkt ja. mannen doen dat niet. Ik steek ze aan. Weet je voor wie? Voor, voor mezelf. Ja, met ook, voor ook en, en wie alles. Ook, ja. Geen gezellig. Ik heb een mijn haartje thuis. Leuk, gezellig. Die... Leuk. En weet je waarom ik zo in elkaar zit? Waarom zou ik... Dus die moeite maak ik dan voor die uh, weinige keren dat ik iemand toelaat in mijn jick. maar mm. ga ik moeite maken. Toch mooi alles. Dan zit ik te rennen en moeite te maken en shit. Maar waarom maak je die moeite niet voor, voor jezelf? jezelf? Juist. Voor nee, jezelf moet ik het ja Kaasje daar, relax. pokoetje Juist. hier. Juist. Body. bijvoorbeeld daar die gaat er nu tussen zitten tussen, als je maar leest die, die moeten die, die in hè moeten die zou erin moeten ja het mm. is een geldnummer hou ik van Sexy nummer moet ik zeggen, maar Sexy ik hem ook nummer. Oh, <laughs> Maar uh, ook voor jezelf, toch? Ja, het is juist. Juist, dus ook Leuk. als er iemand anders zo komt, ik ook. is het ook belangrijk dat Did je ook nog je steeds voor jezelf zegt. Ja, heerlijk. Dat je zelf gaat twijfelen van, hé, hey, heb ik een date of zo komen? Ja, nee, nee. nee, nee. nee. Ik ben gewoon, juist. Ja, <laughs> ik kan ook echt genieten van me time. Maar kan ik, dat is ook, mm -hmm. ik ben ook. En ik denk, want je, ja, je bent niet met, met horoscopen en zo, maar ik ben echt een boogschutter. Mm -hmm. En uh, ik kan heel erg genieten van me time. Echt. Maar ik kan net zo genieten met, als ik samen met iemand ben. Maar ik, ik, ik kan ook heel goed alleen zijn. Dus ja, um, ja ik, uh, ik hou gewoon van kaarsjes en gezelligheid. Mm -hmm. Ik weet niet eens meer waar we het net over hadden, want daarom ging ik praten over gezelligheid. Ik weet het ook niet meer omdat het ben gewoon over. te gezellig is. Het is, is gewoon hier gezellig, ook. ja. Maar ik ben in ieder geval. Ik hou van sfeer. Dat is wat ik zei. Ik weet ja. niet waar we het over hadden. En ik weet precies waar we het over hadden. Ik had het over: ben je van een dingetje hier, dingetje oh, daar. Ja, ik het. wou dat ik zo los ja, was. Ja, want ik hou maar gewoon ben van. Ik niet. Maar nee, dat heb ja. ik gewoon. Ik kan gewoon, dus inderdaad, genieten van mijn eigen. Van mijn eigen. Mm -hmm. mijn eigen being. Dat ik daar. Dat ik gewoon. Ja, gezellig ben met mezelf muziekjes of lekker. Ik kan ook genieten van eventjes lekker muziek schrijven, kaarsjes aan en lekker ja. muziek schrijven. Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld nog mijn balkon nu is het weer echt flut maar <laughs> lekker in de zomer pallets op balkon en dan een kussen erover en dan in de mm. avond zat ik gewoon daar gewoon Zulig, tot, tot in de nacht omdat het gewoon lekker warm was wel met een deken maar gewoon daar serie te kijken of Leuk. ja ik hou gewoon van uh, ook gewoon tijd met mezelf en ik denk dat dat past bij drukke mensen hè die me time die kunnen me time extra Baarderen. waarderen. plus dat is echt een dingetje like Seks is voor mij wel heel belangrijk. Mm. Dat is echt waar. En um, als je het seks hebt, dan, dan dat is een gemeenschap met elkaar dat niet zomaar is. Dat, zo zie ik het. Ik, ik, ik heb niks op mensen die dat gewoon kunnen en doen. Want ja, je praat dat, over dat jou, is voor mijn jou, eigen, voor mijzelf. Ja. Uh, voelt dat gewoon zo. Je kan ook echt ziek worden door seks met iemand en dan komt het niet omdat diegene misschien slecht is, nee, maar nee, het nee, matcht niet. Diegene weet het, het matcht misschien niet. Eens. Juist, het matcht gewoon niet. Klopt. Dus ik ben daar gewoon extra voorzichtig wel mee. Dus, dus, als jij zegt van ik wou soms dat ik zo was, maar je haalt je verstand erbij dat je er nee, dat zou niet kloppen. Juist, dat <laughs> zou ja, niet kloppen. Nee. En dat is waarom. En dan ik niet zou ik ook mee... niet de vrouw zijn ja. die ik ben. Denk ik. Ja. Ik Denk dat ik dan heel anders zou zijn. Nee, het is heel belangrijk ja. wat je zegt, want ik, ik, ik wil zeggen, ik geloof daar ook in, maar heeft niks met geloof te maken. Ik zie dat. Een feit. Ja. Mingle with the wrong person, wrong energy. En nu hebben we het dan over. Dat kan ook gewoon zijn met op straat iemand oh. aanspreken. Oh. Maar laat staan bij iemand naar binnen ja. gaan of iemand toelaten. Ja, en, level, dan, dat is een ander level. Dat woord er niet. Nee. En ik, we, ik weet gewoon hoe ik ben op een moment van. Dus het is niet, het is niet zomaar iets. Voor mij in ieder geval niet zomaar iets. Peul, mag ik iets met je delen? En mm -hmm. uh, het klinkt misschien raar. Uh, want je hebt gelijk bij uh, iemand naar binnen gaan. Uh, ik ben precies daar wat jij zegt. Mm. Maar weet je wat ik zelfs nog intiemer vind... dan uh, dat, uh, penetratie zelf... is zoenen. Ja, maar dat is ook echt heel belangrijk. Zoenen vind ik heel belangrijk. Ja. Sommige mensen zoenen ook met iedereen. Ik had de liefde bedreven... voordat ik ooit een tongzoen had uitgedeeld. Ja, dat alleen nagaan. al. Ja. Dat alleen al. Ja, ik, maar zoenen is ook echt... Ik kan me ook niet voorstellen dat je... Want sommige mensen zien dat als iets, iets heel kleins. Nee, nee, nee. Ik, ik niet. Maar daar begint ik het niet. toch? Ik, <laughs> ik niet. Daar begint het. Vroeger vroegen ja. sommige mensen op feesten. Dan tongen ze met die, daar En met die daar. Die en daarna ook soort daar. Ja. Witmans heb ik het over. Maar ik ken dat niet. Je bent vervelend. Nee. Ik ken ook onze eigen mensen <laughs> ja, hier. Huh? Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Zeg okay, het erbij. Oké, okay, ja. Ik zeg het erbij. We hebben het recht getrokken. Ja, nee, maar zeker. ik kan me daar niets bij voorstellen. Ja, uh, ik kon me daar niets bij voorstellen, maar nu al zo, uh, sowieso niet, man. ik vind dat uh... ja, ik ben daarmee eens, 100 procent, okay. zeker. Te nee, niet. maar ik begrijp ook dat mensen het zien, want het lijkt als een start van iets en dat soort dingen, maar ik vind dat heel erg. Uh... Ik kan gewoon een, uh, een mooie 5, 4, 54 minuten met je zoenen hoor. Ja, zeker te weten. Easy. Ja, maar als het klopt. Niet hè? zomaar, ja. Als, als het, het klopt. klopt ja. Ik geef je een steady 54 minuten. En dan moet voorplay nog beginnen. Ja, dan is het nog niet eens Maar Ik hegwaarde aan voorplay. Als mm. een motherfucker. Al die dingen belangrijk. zijn. Ik geniet er ook van belangrijk. Wel, een man is goed dat je het zegt. Ja, ja, ja. Nee, jullie onderschatten mannen. Ik neem aan dat er meer mannen zijn als mij. Ik heb niet onderschat. Ik heb en gezegd. En ook toen ik jong was het. had ik dat, hè? Toen ik jong was. Natuurlijk was ik ook van de snelle Jellis. Uh, maar daar leerde ik van. hé, hey, weet je dat ik meer geniet van, omdat je dan voor het mm. eerst uh, ga je naar um, de liefdebedrijf waarbij romantiek in het spel is. Ja. En dan, dan leer je seks hebben op die manier. Dan zeg je: Oh, maar dit is ook constant. Is next level, Het is, is anders, En heel dan anders. leer je uh, wat echt liefde is, maar ook wat seks echt inhoudt. Ja, maar je leert ook je body op een andere manier Top? kennen. Mm -hmm. Ja. ja. Oké. Okay. Eens dus wat dat betreft? Ja, 100% zeker. Oké, okay, oké. Okay. Maar dat betekent dus dat jij niet alleen streng bent met uh, de partner waarin jij de conclusie hebt genomen, trouwens. Um, wat ook misschien een beetje bescherming is, hè? Dat je zegt: van Ik zou het alleen kunnen doen. Want kijk hoe leuk je bent. Het zou doodzonde zijn. Nee, maar kijk, ik, het is niet wat ik wil. Nee, nee, dat wil, ik, dat wil ik wel echt erbij zeggen. Ik wil het niet alleen doen. Mm. Maar als het niet daar is, dan hoeft het voor mij niet. Oké. Okay. Uh, en het mooie bij jou is, je, je, je zei net, kan een. Uh, 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 vroeger zag ik een man voor me, later kon dat zelfs ook een vrouw zijn. Ja. Uh, dus jij valt op mannen en op vrouwen. Yes. Oftewel, zoals ik zeg, uh, je bent niet biseksueel, maar bijzonder. Uh, <laughs> E.K.E. egoïstisch. Want jij kan je hand in een onderbroek zetten en zeggen: Nou, nah, ik doe het ermee. <laughs> en dat heb ik dan weer niet. Ja, dat snap ik. Want bij mij moet het jou zijn hoor nee? wil ik opgeronden raken. Maar je hebt beide dus. Ja. Weet je wat ik me dan afvraag? Ik vraag het ook aan die vriendinnen van mij die ook op uh, vrouwen en mannen vallen. En de grootste grap is, ik heb ze nog nooit met een man gezien. Oh echt? <laughs> ik ja, ik nog wel. Ik heb ze nog nooit met een man gezien. Echt? Ja. Ik zie ze altijd met vooral vrouw. met vrouwen. Vooral ik met vrouwen. Wel. Is er bij jou een balans? Even, even. Of zeg je van nee, ik neig meer naar een vrouw dan naar een man. Nee, ik heb wel sinds ik met... met uh... Nee, ja, niet waar bij mij. Ik heb wel sinds ik met een vrouw ben geweest niet meer... Geen relaties meer met de mannen gehad. Kijk, dan zeg ik nog, dat is wat ik bedoel. Nee, maar die interesse was er wel nog. Dus het is niet het is dat ik. Gewoon niet... Dat ik heb wel gedate nog. En, uh, wat, wat betekent dat, gedate? Uh, bij mij is date echt iemand zien. Echt gewoon echt afspreken en leuk met diegene zijn. Dus het is niet voor mij, hé, hey, ik ging met diegene naar de bioscoop. Dus je bent en... met diegene naar bed geweest, dat is nee. het wel. Dat niet. Nee. Oh, want ik denk dat je dat bedoelt. Nee, gewoon... Wat is daten dan? Wat ja. is daten, jouw versie? Ja, daten is toch niet per se seks? Wat is jouw versie van daten? Daten kan voor alles zijn. Nee, want... Je kan seks hebben op een date. Maar ik, als, ik met, als ik persoonlijk met iemand date, ja. dan... Wanneer is het, is het een dat... date? Wanneer is het een date? Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik zeg altijd, ik ben met iemand. Zo zeg ik het altijd. Ja, ik ben wel met iemand. Want dan is dat ook de enige Je hebt persoon. Ik heb het nog vager gemaakt. Ja, ik kan er niks aan doen, joh. Dat is het <laughs> Ja, ik zeg altijd, ik ben met iemand. Oké. Okay. Het is een peri periode dat je met iemand vibe of zo. Ja, een vibe heb met iemand. Maar. maar en vibe dan is nog een groot woord, hè? Want kijk, ik kan viben met iemand. Ik vibe met jou nu. Wij hebben een vibe. Hippie. hippie. <laughs> Wij hebben een vibe, toch? Maar het... ik ben het ermee eens. Maar er ja, is Maar nothing. dit is nog geen date. Juist. Wat nee. moet ik doen om dit een date te maken? Pul <laughs> Nee, we hebben geen idee. Er zijn die andere dingen aan het doen, maar wij hebben een vibe. Dus okay. vibe is lastig. Want sommige mensen zeggen, als je vibe met iemand, dan doe je dingen met iemand. Maar dat is in mijn beleving is dat niet zo. Je kan echt vibe op een level met iemand. Mm. Ik, dat zei ik al, ik kan echt interesse hebben in iemand. Ja. Maar ik kan wel... Maar tot je bent ook flirtatious. Ja, honderd Waar ik niks van heb gemerkt en me best wel beledigd bij voelt. Maar ga nee, verder. Nee, echt? Nee. Nou, hoe wij met elkaar zijn. Dat ik nu zeg tegen jou dat we vibe hebben. Ja? Is, geloof is, me dat andere mensen... Is dit flirt? Is dit al flirten? Andere mensen denken dat dit flirten is. Echt. Okay. Maar een vibe oh nou, is ik gewoon... Ik wil de awkward stilte oh, laten vallen. Awkward, okay. Ja. Maar dan moet je wel naar me kijken. Oh, oké. Okay. Ja? Ja, we zijn er. Ga <laughs> verder. Ja, dus voor mij is een vibe is niet, is niet per se dingen doen. Ik kan echt ja, geïnteresseerd zijn in iemand. En daardoor is die vibe is daar. Maar echt... Als ik echt uh, of dingen met diegene, natuurlijk raak je elkaar weer aan en dat soort dingen. Als ik dat heb, ja, mm -hmm. dan, uh, dan zeg ik wat ik ben met iemand. Zo zeg ik het. Maar je zei ook: er hoeft hier speciaal seks uh, plaats te vinden. Nee. Misschien nog niet. Misschien komt dat. Ik hou er, ik zeg je eerlijk. Ik, ik, en ik maar hou dan... ook van tees. Dus gewoon. Even een bepaald iets opbouwen. Ik trek maar tot zoveel. Hè? als hij ik ontploffen natuurlijk. Nee, maar kijk. Het moet wel voor beide kanten leuk zijn. Het moet oh, ja, ja. voor alle beide kanten. Het moet niet het... zo zijn dat ik nee, alleen maar een liefste ben. En dan, ja. dan wordt het mishandeling. Dat is niet. Dat is marteling. Dat is niet oké. Okay. Ja. Het moet wel van beide kanten zo zijn mm -hmm. van oké. Okay. Ja, ja. Weet je, we gaan ergens ja, naartoe werken. Het moet ja, leuk ja. blijven zo. So. Ik vind, ja. ik hou wel een beetje van een beetje spanning. Even denken. Heb ik antwoord gehad op de vraag wat is daten? Nee. Laten we even een samenvatting maken. Misschien wel misschien niet, uh, het hoeft niet per se seks, uh, have to be involved, een uh, vibe betekent niet dat, het hoeft niet speciaal in een nee, date. Ik zie iemand gewoon echt, like there's, ik hou there's me bezig potential. met potential. Oké, okay. yes. en dat is so, dat is voor mij daten, anders date ik niet. Ah. Ja, dat heb ik en, echt. En daarom moet ik dus vragen, wat betekent daten voor jou? Yeah. Want bij je anders is als als in het Amerikaans bijvoorbeeld, wanneer ze zeggen... I dated him. Ja. Dat betekent dat unai, we hebben seks gehad. Ja, dat, nou, dat is Amer bijvoorbeeld Amerikaans. Maar bijvoorbeeld mensen zeggen ook... Ja, ik had een date met hem. Juist. Uh, like, in my, in my opinion... We're ja. not dating als wij niet uh, exclusive zijn, zeg maar. Dus ik kan je leren kennen... Maar like, really dating you, dat betekent... Ben je geen ram, weet je zeker? Nee, ben ah. geen ram. <laughs> ja, ja, ik kan best wel lang mijn tijd nemen van... oké, okay, ja, we gaan echt daten. Ik kan ook een jaar met jou zijn en we zijn niet samen. Bless that guy or girl. <laughs> Respect. <laughs> ja. Oké, 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 oké. Zie je, ik blijf neutraal. <laughs> Als ik, zeg wat, wat ik, als ik zeg wat ik wil zeggen. nee, ik stot er dus ik zeg het al niet. Ja. Oké, okay, dat is dus een date, jouw versie. Ja. Maar zie hoeveel moeite het heeft gekost. voor ons om daar te komen. Dus. Ja, omdat het gewoon. Omdat het is, ik praat hier niet zo snel over. Dus nu dat okay. ik erover nadenk, denk nu ik. ja, het is lastig. Oh, dat is een date ja, voor mij. Ja, voor mij is dat okay, zo. Oké, okay, oké, okay. oké. Nee, leuk. Want als ik met iemand date, mm -hmm. dan is dat ook de one. Dus ik kan niet. Ik kan niet. Uh, met één iemand leuk zijn, uh, leuke dingen doen dit, en, dan af, en dan de volgende week ben ik ook weer met iemand anders op dezelfde manier. Dat werkt voor mij gewoon niet. Dus als ik, ik één persoon box ben... Box ik, geven, ik ga en je... ga je twee geven. <laughs> nee, want ik zit zo in elkaar. Oh, nu begrijp ik hem beter. Jij noemt het daten. Ik zal iets over mij vertellen. Ja. Ondanks mensen uh, misvattingen over mij hebben. Uh, ondanks ik single ben, waarbij je kan doen wat je wil. Ja. Ik, uh, ik kan maar op één persoon focussen. Ja. Ik kan niet met jou praten. Nu begrijp ik je. Ja. Jij noemt het dan een date. Ik kan niet met jou gaan uiteten en de volgende dag met de ander uiteten. Nee, voor wat? Sterker nog, yeah. ik kan niet met jou chatten. Ja. En met die chatten. Nee, ik kan niet. Dus niet met die baby. Dit, dat de zo, zus. En dan bij die andere papi en dit. Dat werkt niet. Voor mij werkt dat voor niet. Voor mij ook voor niet. Mij niet. En daarom gaf ik je twee boxen. Ja. Omdat niet alleen werkt het uh, niet voor mij qua energie. Maar laten we tijd even nemen. Ja, maar dat Ain't ook. Ik heb al time. geen tijd. Ik heb geen freaking time. Juist, <laughs> juist. Yes, yes. Ik heb geen tijd. Ja, 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 precies. Ja, dus als ik. En dat is ook een ding. Ik heb al geen tijd. Dus yeah. als ik mijn tijd besteed met jou. Ja. Yeah. Uh, like, ik wil niet. Maar you need to feel special. And I want you to feel special. Snap ja. je? Dus ik ga ook die tijd allemaal besteden aan jou. Dus je mm -hmm. hoeft je ook niet druk te maken. Dat ik de same time met iemand anders door. Um, door Nee, spendeer, laat me het zo zeggen. Want ik, ja. ja, nee, maar dat is goed te doen, ook voor mij, want dat vind ik dan iets wel. Dat is winning om over mij te weten. Hé, hey, mocht ik met jou aan het chatten zijn geweest of in een flow zelf in gesprek, weet dat jij de enige was. De enige was, he? was ja. Het is ja. niet belangrijk, want je bent single, je kan doen wat je wil, maar het werkt niet voor maar mij. Maar het werkt niet, het werkt niet. Het werkt niet voor nee, mij. Nee, heb ik ook. Dus, nee, het werkt gewoon niet voor mij. Ja. Niet, niet qua tijd, maar ook niet qua energie. Nee. Uh, en, en misschien die ander wint uh, meer dan jou en mij, misschien. Hè? Want die is opties aan het checken. Ja. Die, die, maar voor mijzelf. Laat mij geen optie voelen. Nee, nee. Maar als ik me voel als een optie. Of no op ik zie van, hé, hey, wacht even. Een dus, tweede optie. No dus nee, hè. Is klaar. Nee, hè, dag ja, hè. Ja. Niet, niet alleen mijn energie trekt dat niet, maar mijn ego altijd Nee, helemaal het, niet. dat werkt gewoon niet. Want, en dan ben ik zo. En dan ben jij zo aan maar het dat gedragen. Is een. Kijk, nee. kijk, kijk, ik hou ervan dat je Gaan dat niet zegt. Ja, werken want, toch? Eindelijk iemand die het uitspreekt. Want dat is die Tori. Ik zit zo in elkaar. Ja. En natuurlijk zit jij in elkaar hoe jij in elkaar zit. Maar na. Nee. Dus en vaak zeggen ze het ook niet. Ik vind dat je het ook bespreekbaar moet maken. Kijk, ik vind dat als jij wel nog je opties openhoudt, hè, ja. en je bent ook nog met andere mensen bezig, dan kan je je mond niet houden. Nee. Dan moet je me zeggen. hé maar schat, mm -hmm. you special. Maar er zijn meerdere speciale mensen. Ja, ja. Dan is dat aan mij om daar wat mee te doen. Because I can't handle that. Weet, weet je hoe sommige mensen, sorry hoor, weet je hoe sommige mensen dat benoemen dan. Weet je wat ze dan zeggen? Ik ben aan het daten. Ja, nou dat bedoel ik. Nee hoor. Ah, kijk, ik krijg een kriebel al. Het gaat niet werken. Ja. Nee hoor. Nee, dat is hem niet Nee, dat is hem echt niet. Dat is het niet. Het idee alleen al. Nee, ja. je, moet het, je moet communiceren. Maar, ik denk, maar, het is ook, maar het is, ik denk dat, eerlijk gezegd, ik denk dat zij realistischer zijn dan wij. Ja, denk het wel. Echt waar. Want wij hebben het hier over single mensen. Ja, hè? ik weet het. De ene is gewoon, je, je, je... Maar ik vind het ook niet erg, hè? Ja, ja, nee, Dus nee, als nee, je het klopt, mij zegt, klopt. maar dan laat je het wel bij mij wat ik daarmee doe, of ik dat wil of, of niet. Ik moet niet ergens met jou in een club zijn en er staan daar drie uh, pitboes nog, daar nee. in je nektijgen, terwijl ik je hand vast heb. Of, nee. nee, dat is toch, dat is gek. Ik ga je zeggen en dan, wat... dan ga ik hun niks zeggen, maar ik ga jou wel wat zeggen. Ik ga je zeggen wat hieraan uh, niet klopt. En dus a.k.e. wat niet aan ons klopt. Mm -hmm. Het is niet realistisch wat wij hier uh, uh, vragen. <laughs> ja. Want ja, single. Dus ik praat met jou toch? Mm -hmm. Single. Uh, dat is juist het moment om te checken wat past Tuurlijk. bij mij. Om te zorgen dat je met de juiste persoon. Eindigt. Misschien ben je ineens op zoek naar iets vast. Of ben je in die fase wel dat je zegt: hé, hey, of het is echt, of het is niets. Dat kan ja. toch? Maar misschien is die ander van die moet nog ontdekken. Ja, maar dan is. moet je tot een bepaald punt gaan, vind ik. Sommigen gaan, ja. gaan verder in, hè? <laughs> ja. Moeder laten ontmoeten. Oh ja, dit nee, en dat hoor. en zo. En nee, zitten naar eindstand. Ja, maar ik ben toch single? Nee, na zijn. Oh, Snap nee, je nee, wat nee, ik bedoel? Nee, 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 maar er zijn oh, dat wel vind ik gewoon ik dan niet, levels. Ik vind dat niet passen. Nee, ja. dat ja. past niet bij je singleness. Snap je? Mama ontmoeten en... Nee, sommigen gaan ja. verder in. Je hebt wel een bepaalde mate van hoe je iemand behandelt. In mijn hoofd is mama ontmoeten de allerlaatste alle, alle ja. level. Het is niet... Je gaat niet zomaar snel moeder ontmoeten. No, dat man. is niet oké. Okay. Om vervolgens... Dat en dan maar dan weet die generatie je die van zeggen. nu is anders, hoor. Weet je wat die moeder nu zegt? Wie is deze ja, weer? Ja, ja, ik ken het echt. En dat zeggen we wie, wie, wie is deze weer? Oh, dit is dan... Uh, oh, is het net als die ene of ja, die maar, andere ja, daarvoor uh... en die ene daarvoor. Nee, dat is hem niet. Nee. Voor mij niet. Nee, zeker niet. Oké. Okay. Hoe moet het wel eruit zien voor jou dan? Wil je zeggen van... Uh, want tijd is belangrijke energie. Mm -hmm. Hoe moet het eruit zien? Wil, wil Peul zeggen van... Ik ga hier mijn energie aangeven en tijd. Nou, ik, kan, ik kan. Hoe herken jij dat? Ik, nou, ik kan gewoon eerlijkheid waarderen. Dus als je mij gewoon zegt van, hé, hey, we, we gaan elkaar leren kennen, mm -hmm. maar we zijn wel beiden single, dan vind ik ook dat ik ook gewoon single ben. Dus kom niet met gekke dingen bij mij dan. Dus dan zijn we gewoon allebei single. En dan heb ik het meer over, ik ga toch niet met Jan Alleman dingen doen. Maar je hoeft niet te checken waar ik ben. Uh, ben je wel echt daar? Zulke dingen, dat hoeft daar niet. Snap je? Maar. Uh, dat hoeft dat's... toch sowieso niet in geen Nee, hoeft, dat doe ik. Nou, ik, 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 ik zeg je eerlijk, zo? ik ben dat gewoon gewend. Nee, echt niet. Ik hou er echt niet, 100% okay, zeker. Okay. Ik hou er echt niet van. Ja. Ik hou er echt niet van. Waar, met wie ben je? Dat zijn echt niet mijn dingen. Okay. Ik hou er echt niet van. Ja. Um, ik hou ook echt van mijn eigen tijd. Dat heb ik ook al gezegd. Ja, yes. ik hou er echt van. En ik vind ook wel gewoon dat diegenen zijn ding ook gewoon moeten doen. Ook qua partner, hè. Als we echt mm -hmm. samen zijn. Uh, diegenen zijn vrienden zijn niet mijn vrienden. Het is fijn als we klikken, maar je, je hebt gewoon je eigen ding. Ik vind yes. dat heel belangrijk in een relatie. Oh, je vindt het belangrijk dat iemand zijn eigen uh, ja, lijf like heeft. zijn moet... dus eigen vrienden, alles. Nee, kijk, we kunnen samen vrienden hebben. En het is natuurlijk nog toffer als ik ook kan mengen met... Dat is nog mooier. Mm -hmm. Maar they're still your friends. Snap je ja. wat ik bedoel? Want wanneer wij niet samen zijn, ja, nice. en, het, en het is fout uit elkaar gegaan, dan mm. maakt het ook niet uit, hè? Dus okay. ik vind gewoon, het zijn jouw vrienden en we kunnen mengen. Maar je moet wel gewoon naar je vrienden kunnen gaan, zonder dat ik vind van, hé, hey, ik moet mee. <laughs> ja. Snap je? Ik vind dat gewoon kunnen. Maar stel je voor, ik, ik ben met iemand aan het daten. En diegene zegt dan van, hé, hey, ja, ik, ik zie ook gewoon nog andere mensen. Dan is dat voor mij oké. Okay maar dan ga ik daar wel naar handelen. Dan hoef ik jou niet om de zoveel dagen te zien, om de twee dagen om de en dan hoef je niet bij me te blijven slapen en dat ze doe gewoon dan gooi je dingen en dan doen we gewoon af en toe wat leuks samen en dan zien we wel. Maar voor mij persoonlijk um, ik kan heel gefocust zijn op wat ik wil en wat ik wil en wat ik doe. En ik kan niet um, hier iemand leren kennen, echt leren kennen als ik daar ook bezig ben. Dus ik kan in mijn hoofd niet voorstellen dat je mij echt kan leren kennen... en waarderen als de vrouw die ik ben, als je daar ook bezig bent. Juist, dus kap je hem af dan, als je merkt dat dat de situatie nee, is? Nee, ik kap diegene niet af. Als diegene echt leuk is, ja. dan ga ik hem niet afkappen. Okay. Of haar niet afkappen, maar dan weet ik wel zelf hoe ik daarbij moet handelen. Ook om mezelf te protecten, snap juist, je? Juist, want daar gaat Vooral het over. Ja. Ja. Juist, juist. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, maar wat is dat ding dan... Uh, ik kan een jaar iemand geen... Uh, Gies, uh, wel met iemand in een flow zitten, ja. daten, noem jij, het. Ja. en dan kan ik gewoon een jaar geen seks meer hebben. Wat mm. is dat? Wat is dat? Nee, Daar word ik, ik helemaal bang kunnen, van. Nee, 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 dat zei ik niet. Oh. Ik zei we kunnen een jaar uh, wat hebben, oh, zeg maar, maar, nee, ground, nee, maar dat we nog niet echt wat, nog samen zijn, dat okay. bedoelde ik. Dus veel tijd hoor, die je steekt. Nee, steek maar om dan, niet. Nee, ik. Om moe, ik heb je zeggen, net gezegd. is hem toch niet. Nee, maar niet per se zo. Het is meer uh, voordat ik echt zeg van. Let's go. En het moet ook samen gaan, hè? Ja. Uh, moet het wel solid voelen? Ik ga niet zeggen: Let's go. We gaan hiervoor als het niet En Dat doe ik met niks. Ja, oké, okay, ja. Yeah, dus yeah. ik yeah. zit gewoon niet zo in elkaar. Maar een jaar geen seks. Terwijl ik leuk ben met iemand zo Ja, terwijl, terwijl, terwijl het gewoon leuk is, dat nee. vooral. Dan, nee. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Dat gaat hem niet worden. Want seks is niet uh, 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 dat je zegt van... Hi en hier is de hoofdprijs, je hebt veel meer te bieden dan nee, dat. Nee, dus Top. ik vind seks ook niet ja. als iets waar je naartoe moet... If it nee. feels good, ja, juist, juist, juist. it feels good. Snap je? Ik zou me ook nooit ervoor schamen... omdat ik na twee weken al iets heb gedaan. Ik ben, ik ben een volwassen grote... vrouw. Ja, ja, ja. ja. ja dus er uh, dus slaat nergens op. Maar ik zou het nooit zomaar doen. Ik ben een grote contradiction, uh, weet ik van mezelf. Want kijk, zo... So, zo uh... so, so hoop ik dat het allemaal bestaat uit gevoel. Mm -hmm. En dat je niets hoeft uit te spreken... Ja. Dat het organisch gaat. Ja. Maar tegelijkertijd ben ik ook die doet die het liefst alles gelijk op tafel zet. Die gewoon zegt: Dit is het voor jou of niet voor ja, jou. Heel gek, dus ik heb precies ik... hetzelfde. Ja, oké. Okay. Maar soms je, je moet je troosten me met dat gevoel. Want ja, nee, ik, ik, nee, ik ik heb soms kijk je naar zelfde. mezelf en je hebt maar één grote contradiction. Uh, nee, ja, ik heb precies hetzelfde. Maar ik heb, ik probeer te compenseren voor mezelf, mm -hmm. uh, maar ik spreek het wel uit. Dus ik geef heel, ik geef heel goed aan van blijk. This scares me. Want hey, this feels really good. But it scares me. Want ja. het voelt zo goed. En I don't know if. Dadelijk dan... raakt heel jou. Je bent een planner, toch? Ja. Dadelijk raakt heel je schema Juist, uit, balans. uit. balans. Maar toch. Door iets moois wat op je pad Juist. komt. Juist. En uh, ik probeer toch genieten, te genieten van de blessings. Want ik, ik geloof ook sterk in dat niet, dingen niet zomaar gebeuren. Oké. Okay. En uh, dus ja, ik, ik probeer heel erg. Let it go uh, with the flow. Mm -hmm. Maar dat gevoel ken ik wel. Okay. Dus ik geef wel aan wanneer, wanneer ik denk: van... hé, hey, wacht even. Uh -huh. dus ik probeer gewoon te communiceren daarin. Communicatie. Communicatie Super belangrijk. En vrouwen zeggen te kunnen communiceren. Maar ze bedoelen dat ze weten te praten. Ja. Maar communiceren is iets ik weet anders. Ik weet kan jij natuurlijk met je praten daarover. Want ik val natuurlijk ook op vrouwen. En ze lastig. Oh, dus ik zeg niks raars hier, nee, toch? Nee, je zegt zeker niks raars. Kijk, She er zit alleen een everything. verschil. my back in everything. I love nee, it. Nee, nee, nee. Maar in deze wel. Maar in deze wel. Het is lastig, omdat... Ik weet niet per se of het vrouwen alleen zijn. Maar er zit een heel groot verschil tussen... luisteren om te begrijpen... Ik kan jou. Kijk, en ik bewijs nu dat ik niet van de communiceren ben, want ik onderbreek haar. Maar ik wil dit heel graag zeggen. Ik kan tegen jou zeggen dat ik vrouwen heb horen praten als jou. Nee, het draait om communicatie. Dus begin ja, van ja, ja. jullie, jullie dingen. Ja, 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 ja. ding. Nee, weet je, het draait om communicatie. Maar dan leer je de kennen. Ja, dat je, je, je zegt, no. mevrouw, waar is, is die, communicatie? die communicatie? Waar jij het over had. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, 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 uh, ik, je zegt echt niks raars. Okay. Maar daarom zeg ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Of je hebt, je hebt een verschil tussen luisteren om te begrijpen. En je, hebt heel veel, je kan ook luisteren om te reageren. Mm -hmm. En dat is echt een belangrijke. Dus daar, daar zie ik altijd het verschil in. En uh, ik, ben, ik ben natuurlijk met de vrouwen geweest. Dus ik weet dat dat heel lastig kan zijn. En waarom het bij de een wel ging en bij de ander niet. Ja. En dat heeft voor mij heeft dat daarmee te maken. Maar ik weet niet of het alleen vrouwen zijn, hoor. Sweetheart. Ik, ja, ja, ik heb niet met mannen te maken, dus nee. misschien is dat hem uh, ja. uh, vooral. Dus ik denk da dat... Dat ik, dat ik altijd teleurgesteld raak in het feit dat... ze zegt te kunnen communiceren aan, de begin, aan het begin, toen we begonnen. Ja. Maar wat blijkt, ze is heel slecht okay, in communiceren. Oké, maar dan nou heb ik een vraag. Wat is communi communiceren? Zeggen, schat, ik, dus ik kom vandaan niet thuis. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dit is... Uh, uh, resolution zoeken steeds. Ja. Proberen uh, begrip te tonen ik. tot een oplossing dat te dat komen. Dat is communiceren. Toch? Dat is wat ik ja. communiceer. Van, want dat is bent, communiceren. Als, in mij, we zijn een team. Ja. Zo is het Wij ook. zijn een team. Ja. En hoe dan ook, gevoelens, dat hoort er allemaal bij. Maar uiteindelijk moeten we tot het punt komen dat we zeggen, joh, we begrijpen Juist. elkaar. Hé, hey, sorry niet. van gisteren. Juist. Uh, ik was een beetje, dat maar, ook. want ik ga ervan uit. Een gezonde relatie is voor mij. Uh, dat je het met iemand meent. Mm. Dat je bijna. Uh, uh, moeder-kinder. Uh, ouder-kindrelaatje krijgt. As in. Een moeder denkt automatisch aan haar kind. neemt mm. automatisch haar kind mee. in haar gedachten, in haar beslissingen. Je wil bijna dat niveau bereiken. Mm. dat iemand zo met jou is van. Oh ja, dat zal uh, uh, uh Peul leuker vinden. Want ze dit en dit. En, en oh, maar ze is druk bezig met dat dansje. En shit, weet je wat, dat doen we de andere keer. Dan gaan we die vakantie. Ik ben al bezig, zonder dat jij weet, ja. ben ik al bezig met jou in mijn idee. Mm. Maar het is ook wel echt dus belangrijk. rekening Houden en jou echt meenemen. je hoopt dat, en dat te hebben in een relatie. Dat is echt belangrijk. Ja. Dus daarom zou het niet moeten knallen, omdat jij het door hebt van: hé, uh, uh, hey, ik ben wel heel erg gemeen geweest met mijn uitspraken. Mm -hmm. En ik heb het hier over vrouwen. Mm -hmm. <laughs> ik, ik ben wel heel erg. Ja, want het is niet een woord, toch? Mm -hmm. je, je wil iemand niet kwetsen als het mm -hmm. goed is, toch? Mm -hmm. Misschien wil je je punt halen, maar soms kunnen de kwetsende dingen gezegd worden. En ik zeg dan door vrouwen yeah. uh, waar je niet van terug kan komen. Yeah. Begrijpen? Uh, watch what you say. Mm -hmm. uh, en als je hem iemand geeft. Als het goed is, je kan boos zijn, ruzie maken, maar je moet niet iemand willen kwetsen nee. als het goed is. Nee, Toch? zeker niet. Als het tot dat, dat punt komt, dan, dan is dat ook niet oké. Okay. Dat is niet oké. Okay. Je kan ruzie met elkaar maken, maar bepaalde dingen zeg je niet. En ik, daarom zeg ik, ik ben heel erg high on respect. Dat is heel erg belangrijk. Belangrijk, hè? Don't disrespect Ga niet me. met iemand als, niet als je diegene als je niet respecteert. Man of vrouw. Ja, zelfde. Ik kan niet met een vrouw gaan, één, die ik niet respecteer, maar twee, die ik ook niet adoreer. Nee, ja, ik hoor wat je bedoelt. Ik moet mijn vrouw echt adoreren. Ja. Dat is ook waarom ik single ben, omdat ik nog niemand heb ontmoet, ja, waarvan adoreer. ik de, die adoreer als in jou. Ja. Dat mochten er kinderen komen, dat ik uh, als solare oud zijn, dan kan zeggen: laat me iets vertellen over je moeder. Ja, ja, laat me. La, ja. La, laat me iets, bijvoorbeeld een dochtertje, toch? Of een, of een, zoon. Ja. Laat me iets vertellen over een echte vrouw ja. en laat me je moeder als voorbeeld nemen. Ja, mooi. Dat is wat je wilt. Ja, heel mooi. Toch? Ja. En omgekeerd ook. Ja. Misschien is dat niet realistisch, maar is wel wat ik wil. Anders hoeft het niet. Ja, ik hoor je. Maar het gaat, denk ik, al fout bij wat is communicatie Ja, dus ik, ik beschreef het net als je erop. Wat uh, jij je... zei, dat klopt. Ja, begrip tonen, uh, het beste voor Tot elkaar willen. de oplossing willen, willen en, komen, ja, whatever. Gewoon verder en, en dat, nadenken. En dat is misschien al. niet alleen bij een negatieve situaties, maar ook positief. Mm -hmm. Yo, wat je wil... Ik ga ervan uit dat je samen wil bouwen met mm -hmm. iemand. En hey yo, hoe gaan we dat bereiken? Mm -hmm. Ah, dan gaan we pam Ja, het is communicatie. Is Weet... 100% zeker communicatie. Weet... Alleen daar. Van word ik al hard. Dat idee dat je dat, dat met is iemand zo kan. kan doen. Ja, nee, maar dat is gewoon Begrijpen? goed. Maar kijk, dan wil ik je wat zeggen. Mm. Want ik weet dat mannen vaak zeggen over vrouwen. ze <laughs> kunnen niet communiceren, want het is. I know, want mm -hmm. ik kan het beamen. Maar ik kan ook voor de mannen zeggen. Dus een app sturen: ik kom vandaag niet thuis, is geen. Communicatie. Je ja. kan dus omdat je het hebt gezegd, maar is wat het goed. Maar Het is toch een communicatiemiddel? In ma Daag. Maar kijk, daar is zo'n man, hè. Ja, nee, nee nee, nee, nee. Snap ik je nee, maar, nee, nee. Snap je wat ik bedoel? Hij had ook gebrek aan respect. Zo, pra er zijn, zo, zo praat er ik zijn met dingen, een van die meisjes, maar niet met mijn vrouw. Snap je? Maar er zijn bepaalde manieren van communicatie. Als jij weet wat communiceren betekent, ja. dan kunnen wij praten. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus heel veel mensen weten niet eens wat communicatie betekent. In het algemeen, ja. in een vriendschap. Wat het inhoudt, ja. In een, in, juist. Ja. Verdiep je erin en dan kan... Dan vind ik ook dat je het kan zeggen. Ik ja. kan als vrouw zeggen dat ik kan communiceren. Okay. Echt waar. Oké. Okay. Ja. Maar ik, ik kan ik ook goed mijn me. eigen fouten toegeven. En dat is ook belangrijk in communicatie. Heel belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Hey, ik wil even uh, uh, de liefdesquote uh, tevoorschijn halen. Dat is een quote die ik uit de miljoenen quote tevoorschijn haal. Wat gaat over de liefde, seks of relaties. Mm -hmm. uh, en daar wil ik nou even met jou op focussen en kijken wat jij daarvan vindt. En deze heb ik niet hoeven te trekken uit de lucht, want ik ben een beetje poëet af en toe. Okay. Poëet van weinig woorden, deze heb ik zelf geschreven. Oké. Okay. Uh, ze zeggen namelijk, en ze, dat ben ik dus in nee. deze. Uh, ik zeg dan wel eens: Het is niet altijd liefde, soms is het gewoon kut. Of ik kan hem omdraaien: Het is niet altijd liefde, soms ben je gewoon de lul. Ja. Ja, wat vind je daarvan? En. Uh, je zei al, jij bent niet van zomaar jezelf weggeven of zomaar naaien hier en hmm. daar. Maar soms is het... Ja, soms Alleen is het toch wel anders. Alleen seks is waar anders. het op neerkomt. Ja. Um, natuurlijk heb ik dat wel een keer gehad in mijn leven. Oh wel? Dus, jawel, oh, zeker om wel. Om te kunnen weten van, niets ja, voor mij. Ja, het is niets voor mij. Ja, dat je dan zoiets en doet en dat je... En was jij dan de kut of was hij dan de lul? Um, ik denk dat het beide was. Beide? Oh, ja. Oké, okay, ja. dat dan weer wel. Ja. Dus niemand heeft elkaar voor de gek gehouden? Nee, dat niet. Mm -hmm. nee. Ik vind dat zeg ik communicatie is belangrijk. Omdat ja, 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 je anders, ja. dan ga je... Ik weet ook wel wat voor persoon ik ben. Dus als ik zeg maar ga mengen met iemand... en daarna denken van, oei, ik ga weer loose. Dat mm -hmm. is ook niet leuk, snap je? ja. Uh, en ik wil ook niet dat er zo mee om, met mij omgegaan wordt. Mm -hmm. En ik ben echt opgevoed met dat. Als jij, wat jij niet wil, dat jou geschiet. Doe dat ook, Anne niet. Ja... Um, dus ik heb het, I've, I've been there, done that, maar het is gewoon niet voor mij. En dat heb je daar ontdekt. Ja. Oké. Okay. Hoe, 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 hoeveel jaar is het geleden? Echt al een tijdje nu. Dat is een tijdje geleden. Ja. Dus dan heb je een tijdje gehouden aan dit is spul, niets voor mij. Dus ja. alleen uh, een sex issue. Ja. Oké. Okay. Nee, cool. Maar, maar ik vind het wel een leuke quote, omdat het wel, ik denk dat heel veel mensen zich hier wel bij. Uh, kunnen vinden. Ja, nee, want soms is het... Uh, ik ben dan hier de liefde aan het representen. Elke aflevering. Maar liefde is breed. Ja. En soms bestaat het gewoon niet uit liefde. Nee, dan is het gewoon alleen maar... En in jouw voorbeeld wisten jullie ervan. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat de andere partij... Ik denkt ik dat het liefde ik. is. En de ander zoiets heeft van... Hé, hey, dit is gewoon een naïetorie, hoor. Mm -hmm. En dat je dan crushed bent. En dat je dan moet leren van... Yo, soms... Is het gewoon kut? En in ja. dit geval ben ik de kut, of was of ik de, de lul? lul. Ja. En dat is dan iets wat ik niet, pro niet probeer te doen. Ja. En dat is misschien waarom ik, ik gelijk meteen op tafel zet van yo. Dit of dat? Dit uh, is het. Uh, want hart te breken, dat is iets wat ik niet probeer te doen. En dat is ook iets wat ik probeer te verkopen aan mijn kleine neefjes. Doe alles, maar breek niet een vrouw ja. haar hart ik bewust. Ik doe ook aan mijn kleine. Bewust. En trouwens, dat geldt ook voor vrouwen: mm -hmm. Ga niet een man zijn hart breken, want ik karma is wel degelijk ja. iets wat en je bestaat. je kan een vrouw kan, kan echt uh, gemeen ik heb, mee zijn. Je kunt het wel kapot zien gaan hoor: een ja? omgeving. Ja. Gewoon jongens, jongens, om je heen. jongens ja. uh, door vrouwen, maar echt. Echt kapot. Ja, hè? echt kapot. Mm -hmm. ja. Het, mooie aan, het mooie aan een vrouw is tenminste het mooie. Het maakt niet uit als je een nerd bent, een sukkel, een gangster, moneyman, broke ass doet, een ster, whatever. Er is een vrouw die je kapot kan maken. Ja. ja. Als jij het toelaat. Ja, als je het toelaat, inderdaad. Maar misschien geldt dat ook andersom voor mannen. Maar Sowieso. nogmaals, ik denk vanuit de man-perspectief uh, uh, van de man. Zo kijk ik daar altijd naar. Ja, ik ben naar. altijd geïnteresseerd in beide partijen. Ik kan ja, me ook heel blijkt. erg vinden in een in mannelijke gedachte. Ja? ja? In het voorbeeld dat we net gaven. Ja. Uh, is er een verschil dan aangezien jij en vrouwen kent en mannen als in de intensiteit van een relatie met een man hebben en met een vrouw? Ja. Heb ik... je een full relationship met een vrouw gehad? Ja. Ja? ja. Hoeveel jaar? Twee. Ik heb uh, anderhalf jaar, toen even een break en toen weer een jaar. Met dezelfde persoon? En daarna anderhalf jaar met de vrouw, ja. Ah, oké. Okay. Ja. ja. En wat is het grootste verschil daarin? Um, in een relatievorm. In een relatievorm bedoel ik. Um, hoe moet ik het zeggen? Dus daar hebben het hier over man-vrouw en vrouw-vrouw. Want ik heb dan een hele hoop emoties wat ik in me zie. Tussen ja. vier muren wat daar gebeurt. Bij je vrouw bedoel ik. Ja, je. bij een vrouw en niemand die toegeeft en dat soort dingen. Nee, ik, ik, uh, wat ik heb, heb meegemaakt is dat. moet ik eerlijk zeggen dat ik met wat mannelijkere types ben geweest. Dus het was niet. Noemen een... ze dat studs? Studs, ja. I'm in the game. Ja, maar ik, ik, ik laat me er niet zoveel over uit. <laughs> omdat ik het soms nog lastig vind wie wat, waar, hoe. En ja. uh, they All Beautiful voor mij. Dus ik ben mm -hmm. gewoon cool daarin. Maar um, ja, wat ik wel heb gemerkt is dat ik het lastig vind. Als, als dan een, een mannelijkere vrouw, dus een stoerdere vrouw, ja. zich gedraagt als een. Kiel. Als een vrouwtje. Nee. Oh, als ze dan toch vrouwen, maar het is een blijft een vrouw toch? Ja, maar ik vind gewoon dat vind wat, wat, ja, ik ben okay. best wel feisty, hè? Dus ik ja. kan, ik ben wel het het, het 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 vrouwtje, maar ik ik ben wel, ik kan wel staan voor wat ik zeg. Ja. En dat zeg ik. Ik heb ik heb gewoon iemand naast me nodig die ah. ook staat. En dat kan een vrouw ook zijn. Maar dan wil ik niet dat je er alleen zo uitziet. Dan moet het ook wel moet het ook wel zo zijn. Dus In ik je heb gemerkt zitten. dat 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 ik dat af en toe lastig vond. Omdat ik ja. gewoon soms dacht: oké, okay, don't be a bitch about dit. Want nee. wat is nou je probleem eigenlijk? Ja. Um, en bij een man is dat vaak gewoon niet zo. Snap je? je okay. hebben vaak al gewoon dat. Dat ja. hebben ze al. Um, hoe moet ik het zeggen? Ja, ik heb niet ervaren dat een vrouw veel minder toegeeft. Of veel emotioneler is en zo. Nee, niet, dat, dat, dat echt is gewoon niet. echt een vooroordeel ja. van deze. Het enige wat het verschil is, is dat een vrouw het ook ongesteld ja. Dus dat je zeg maar. Wel, sommige vrouwen ah. hebben, die hebben heel erg pijn of die worden ja, ja, ja. heel erg... Mm, zo. Mm -hmm. Dat is bij een man natuurlijk niet zo. Nee, ja, 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 dat ja. niet. Okay. En, um, maar verder, nee hoor. Ik, de, ik, ik denk dat jullie dat echt in jullie hoofd hebben. Ja, ja. Ik, ik dan. Ik, ik neem het op. Jij, mijn dat jij het in op je hoofd mijn. Ik heb het in mijn ja. hoofd. Dus dat is gewoon. Nee. Nee, ik denk. Uh, is dat een elke persoon is anders, ja. Het ja. heeft echt met je persoonlijkheid te maken. Ja. ja. Wat denk je? Waar denk je mee te eindigen, met een man of met een vrouw? Ik vind het heel lastig. Want ik neem aan dat je daarover hebt nagedacht. Nee. Niet eens. Nee. Gaan we vandaag doen. Waar denk je <laughs> mee te eindigen, een man of nee, een vrouw? Ik, ik kan je hier geen antwoord op geven. Ik kan je hier geen nee. antwoord op geven, want um, nee, ik kan er echt geen antwoord op. Op dit moment ben ik gewoon alleen in de vrouwen, man. Want weet je wat ik zo weird en nogmaals misschien is dat die pure onwetendheid zal het ook best wel zijn. Dus, dus. Stel je voor, jij zit in een relatie met een vrouw. Ja. Mm, vier jaar of zo. En het gaat uit. En je eindigt met een man. Wordt zwanger van die dude. En leeft nog lang en gelukkig. Zo, dat zou ik als vrouw hebben van... Oh, al die tijd was dat gewoon wat je wilde. Een oh man. Een man bedoel je? Ja. Dus in dit voorbeeld wat ik geef. Dat zou ik dan denken als, als ik uh, nu was, vrouw. Dan? Dus jij was in een relatie met een vrouw. Ja. Is, uh, is uitgegaan. Mm -hmm. En dan ga jij met de man... Ja. En daar vind jij je liefde. Ja, je geluk. Er, er zeg komt maar. nog een kind uit, ja, je geluk. Bam. En uh, die, ander, die ex herkent ook van: oh wow, je bent een heel leven gaan leiden. Het is als: wow, misschien is dit wat je al die tijd al wilde. Zal ik je schappigs vertellen? In alle keren de relaties dat ik, dus dat ik met een meisje ben geweest mm -hmm. en uh, het uitging, hebben ze me altijd gezegd: ik heb liever dat je nu weer met een man gaat. <laughs> Dan, Zie je dat je, ja. Ja, dus je denkt heel ja. anders erover. Zij hebben dat liever niet hoor. Oh, ze dus Ze zouden het juist fijner vinden als omdat jij het met weer man wat anders. Ja. Klinkt als dat ego shit eigenlijk. Ja, is het denk ik ook. <laughs> ja. Want uh, je hebt ook heel veel vrouwen die, het, uh, die echt alleen op vrouwen vallen, mm -hmm. die het eigenlijk uh, alleen maar hetere vrouwen willen. Dus liever niet een meisje hebben die ook op vrouwen valt. Ja, hoe ingewikkeld wil je het voor jezelf maken? Ja. <laughs> en, en vele lukt het ze ja, onze, tuurlijk, die nieuwsgierig om onze nieuwsgierigheid uit, uit ja. zo'n hetero vrouw te halen en wie, ja. weet, en wie weet wat zij allemaal heeft meegemaakt met mannen ja, de, dat de gazing zij tot de... kan best heftig zijn hè wat zeg je de gazing van ja. vrouwen kan best heftig zijn ik kan me het is heel grappig ik ben niet ik schreeuwt niet per se van het daken... maar ik ik ben wel proud mm -hmm. en, uh, maar gewoon als vrouw. Dus ik heb niet dat ja. ik vind dat er een label aan, aan mijn aan mij gehouden moet worden. Ja, die, die ik ben gewoon girl mm -hmm. en um, ik ben gewoon echt een vibe persoon. Dus if I feel you, I feel you. Ja. En ik weet nu ook echt dat het zo is, natuurlijk. Maar ik heb wel um, uh, dat ik bij, bij, bij vrouwen heb gezien dat de die zien daarin dat er. Uh, Heel veel vrouwen zijn dat die was met die en die was met die en die was ja. met die en die en was met die. de scene is ook niet groot hè? Nou, het is wel, het is groter dan je denkt, maar vaak... Nou, maar dat bedoel ik, dan uh, je val je op gekleurde vrouwen? Liever wel, ja. Liever wel, toch? Die scene bedoel ik. En dan... Uh, oh ja, dat is minder groot. Klopt, klopt, Ja, blop, dat blop. is wel waar. Ja. Maar het is... Ik meng me daar gewoon Want die, niet, zeg maar. Ik ben niet mee die die ik, die ik bezig. ken... Die zeggen, oh ja, die ken ik. Oh, die ken ik. Ja. Oh, die ken ik. Zeg ik, ken iedereen. Ja. Daardoor lijkt die zin zo klein De voor sommigen mij. Sommigen vinden dat helemaal niet fijn. Ik hou me daar gewoon persoonlijk niet mee bezig. Ik ben ja. gewoon Pearl. En ik wil gewoon geen label aan, ja. mij, uh, aan mij hangen. Want ik, dat is ook niet zo. Is er nu niemand, Pearl? Mm, is voor mij een weet... Oké. Okay. Jou en jullie een vraag. Ja, we weten genoeg. We weten genoeg. We weten genoeg bij dat. Ik vraag me dat af. Maar uh, daar is mijn antwoord. Oké. Okay. Mm -hmm. Awkward stilte ben ik fan hey, je van. Je houdt van ik dit, hè? Ik ben he? fan daarvan. Mm -hmm. En ik moest je aankijken, zei je. Ja, ja, ja. ja ik blijf je aankijken. Oké, okay, en we did it again. Nee, uh, prachtig man. Hey, I love it. I love your vibe. Uh, Dank en je. En ik wens je sowieso in de liefde. Want ik geloof niet in Pearl alleen... Met haar uh, uh, superzoontje. Mm. Ik geloof daar niet in. Nee. Ik, gel ik geloof. Ik liever ook niet hoor. Uh, yes. Ik begrijp een gedachte, want ja. ik heb hem ook. Ja. En dat is die van, weet je, sterke persoon like toch? That Zo that van, en, en realistisch toch? Mm. Zo van, Is all good, goed of niet. En niet is ook gewoon een optie ja. blijkbaar. Ja. Maar nee. nee hè? Ik ben veel te leuk. Oké. Okay. Ik ben veel te uh, uh, dus dat gaat goed komen. Hey, en succes met je muziek. Body, body, body. Je hebt uh, een kerst, er is mijn pokoe nu gewoon ja. klaar. Uh, uh, Shit, ik heb een uh, playlist op Spotify. Ja, en, uh, die ik ga wil ik het, er is okay, ja. ja. Maar het zou de eerste Nederlandstalige track ertussen zijn, bijna. Oké, okay. ja. ik voel me nee, we gaan even. Ik moet kijken hoe het in praktijk uitpakt. Want ik, ben, uh, ik bedrijf de liefde op muziek. Oké, mm -hmm. uh, oké. Okay. Yeah. Okay, nou. is, dat, is dat iets wat bij jou moet of muziek? Nee, ik vind muziek wel fijn. Fijn, hè? Kan ja. hoeft niet per se, hè? Maar het hoeft niet hè? per nee, se. Ik, ik, vind, ik vind het heerlijk als het spontaan is, waardoor uh, geen muziek aan is, hoeft, Als, als ja. het aan is, als is het aan, als het aan is, aan, is het aan. hoeft het niet ja, uit, te Ik draai niet. toevallig 24 uh, uur per dag muziek. Ja. Dus het kan gewoon zomaar toevallig dat zo zijn dat niet. muziek aan is. Uh, uh, nee, dope wat je doet. Check, pulch. talenteerd getalenteerd als fuck. Dansen, uh, uh, zingen, maar ook on the back. Creatief met decors ja. en al die dingen. Hé, hey, we moeten die nieuwe uh, tori van jou checken, hè? Mistletoe. Mistletoe? Kom morgen uit. Nee, ja, morgen dan is dus dit nog niet goed. uitgezonden, maar, is maar al, ja. er is dus... Een, dan is die Tiende. Hij is, is, ja, is al dan uit. Dan is hij al ja. uit. Check hem, misseltouw. En support alles wat peul doet. Waar kunnen we je vinden? Jullie kunnen mij vinden op Instagram. Pearl X Ramos. Want ik kruis ertussen mm -hmm. uh, Snapchat Pearl Naomi Ramos. En Facebook programma's en op YouTube programma's en op Spotify programma's en op Deezer programma's Is en a beautiful Sony thing, programma's Is a beautiful alles. En je bent een beautiful woman. Thank you. Uh, in Gillies Love Line zeg ik altijd: if it ain't about love, it ain't about nothing. Heel mooi. Ik zie je graag bij de volgende date. Maar voordat ik afscheid neem, moet ik ook mezelf representen. Volg Gillies Love Line op YouTube klik op dat belletje die notificatie want dan weet je van oh is weer waarschijnlijk een of andere leuke persoon bij Love Loveline check maar. En dat wil je niet missen. Dus volg Gillie's Loveline. Volg mij op Instagram, Twitter en al die handles onder @gillirootu en like de Facebook page Gillie's Loveline. I'm done. Ik heb met je genoten. Oh. Yeah.